Hey, hallo! En welkom! Kennen jullie allemaal deze video? Die duurde 8 uur. Ik dacht, weet je, dat wil ik ook doen. Maar dan met mijn eigen video's en niet die van Henkie. Maar toen kwam ik uit op 23 uur aan video's. Dus toen dacht ik, weet je, we doen Hans en Hans. Dus bij deze alle Hans en Hans video's achter elkaar. Abonneer zeker even als je dat nog niet hebt gedaan. Reageer dat je bent geabonneerd en dan zal ik je een hartje geven. Deze video duurt ongeveer net zo lang als een livestream. Dus geniet ervan. Doei doei! Er ligt hier iemand dood bij het gemeentehuis. Hallo meneer! Laten we met z'n allen zo'n naam hebben. Zo'n familienaam. Ja! Laten we met z'n allen als voornaam Hans hebben. Ja, gewoon Hans. Hé, hey, joh. Hans. En dan ben Hans de eerste, Hans de tweede en Hans de derde. Ik ben Hans de tweede. Wacht. Oké, wat is onze geboortedatum? We moeten allemaal op dezelfde dag geboren. Nee, allemaal een dag later Hans. Juist, hè. Allemaal een dag later. Oh ja. Ja, Hans, of ik? Ik ben gewoon een ananas. Ik ga deze kale bad breken dan. Even jullie zijn broodjesstaf. Ja, wij zijn broodjesstaf. Waarmee kunnen we helpen? Dan mag ik mijn game ambulance rollen. Ik ben net aangenomen. Yes, die zou ik geven. 2 seconden, oké? Okay? Medestaf met me, kom even mee. We gaan dit voor hem regelen. Ja, ga dan even bij die andere gezellig. Ja, is goed, is goed. Gaan wij het hier regelen. Kom, we gaan loes. Loes. Naar de kledingwinkel. Gast, we zijn helemaal geen fucking stafmembers, jongen. Hij komt ook gewoon naar ons toe. Ben jij een staf? Jongen, ik ben echt ook echt een dikke palmboom. Of nee, ananas gewoon. Hé, hey, maar kijk, hier links in de kledingwinkel, maar... Wat kut dit. Yo. Yo. Hoi. Niffo, kan je ons even brengen? Ja. Het is urgent. Top. Jullie zijn wel geil. Ja. Ja, echt zo. Dankjewel. Dankjewel. Ja, vooral die gele. Ja, ik support alle... Wacht, hier rechts hebben we nog een ananas staan. Dus ik kan die ook even ophalen. We missen... Kijk, daar loopt hij. Oh, daar. Ik zie hem. Oh! Dankjewel, heren. Niet vergeten dagelijks Hans. Uw ananas te eten, want dat is goed voor je. Hey, Hans. Ja, Hans, dat is het. Zal ik hem zo doen? Ja, jij bent toch een blauwe... We zijn de Teletubbies, jongen. Hey, ik zie auto's scoopen, jongens. Kom. Hij is helemaal klein. Auto gescoopt. Oh, hij doet het niet meer. Hoe start ik hem auto? Moet hij richting een politieman maken? Nee. Hoezo? Nee. Nee. Rennen, Hans. Rennen, Hans. Maar wat ben jij eigenlijk, jullie? Ben je een bes of zo? Een bes? Hoezo een bes? Blueberry. Blueberry. Ja, laten we een auto halen. Kom, we gaan een blokken pakken. Sowieso mensen gaan ons een lift geven. Pak hem, koloniseer hem. Nee, meneer, blokkade. Hij keert ook gewoon om. Hé, jongens. Hey boys, wie kan ons een lift geven? Wie kan ons een lift geven naar de klik? Hé, ja, ik kan wel lift geven. Kijk. Makkers, wat doe je nou weer? Dankjewel, man. Wat is, hoorde je dat? Oh, hey meneer! Meneer, wat doe je nou? Stop maar! Geen ananas om in te slaan! Stop maar in, stop maar in! Pak hem, Mees! Mees, pak hem! Ja, de deur zit toch op slot, ik kom er niet in! Yo, Edo! Edo! Waarom niet even... Nee, limo uit hem halen. Ah, top! Je bent topper! Top, jongen! Ik wil terug bij jou! Yes, komt goed! Hoe stak ik hem? Ik heb deze auto gekregen! Nou, wij hebben ook een beetje op de auto gekregen. Gast, die gast komt ook echt naar toe. Hij zegt, Makkus, wat doe jij op deze server? Hé, hey, we hebben auto's gekoloniseerd. Dat is Mees. Deze auto gekregen. Ja, wij ook. Jongens, we worden gegund op deze stad. Wat kut dit eigenlijk. Op Roeveen worden we niet zo behandeld, hoor. Stukjes rond. We zijn ook echt gevolgd door Jan Klomp. Wie is dit? Hé, hey Jan! Wat? Jan? Ben jij Jan? Goeiedag. Ja. Ben jij Jan? Dit is geen Jan. Jan is niet zo dik. 3 keer een lelijke kutauto kopen, dat we alle 3 in dezelfde auto... Wat gebeurt hier? Wacht, dit wil ik zien. Hoor je dat? Hallo? Wat gebeurt hier? Mees! Nee! Hans! Nee! Hans, gaat het met je? Hans! Wat is gebeurd? Ik hoor een kogel schoten en nu ligt Hans op de grond. Waarom moet Hans nou weer neer? Hans, hoor je ons? Ik heb het gedragen in het leven. Wat is er met Hans gebeurd? Ik hoor een kogel schoten. Oh man. Oh, hij heeft geen pols meer. Ik zie het, hij heeft nu op. Hans, de derde, nee! Hans, de derde! Nee, Hans! Nee. Die was de laatste, de derde. De laatste van ons soort. Nee. De jongste. Deze Hans zou onze generaties voorzetten. Hans. Collega, nul. Hoe moet er nu ooit de vierde komen? Ambi. Probeer ze snel wat te reanimeren. Zonder hem kunnen we geen vierde generatie creëren. Red hem alsjeblieft, Hans. Neem hem mee. Waar is hij? Waar is hij? Hey, Kalebat. Kalebat. Wat kut. Een kale bad. Hey Hans, Hans is wakker. Hey Hans Bes, Hans de tweede. Moet er nog iemand mee? Ja, wij willen allebei mee. Wij moeten met Hans mee. Dankjewel, we moeten Hans redden. Hans! Gast, Ying heeft mij geschoten, Ying! Ying? Hans.
Ja. Hij heeft wat leuks voor ons in zijn achterbak. Oké, okay, komt ie, hè? Ja? Midden in dat raampje! Hey, maar jullie hebben Hans al geholpen, zie ik. Dat je reloggen. Ja, ik voel me goed. Hij is gewoon alles mis, alleen ik was wel opeens fucking raam, man. We scoopen deze auto. Ah, jammer. Hey, niet mijn auto maken, man. Hey, hebben jullie een lift nodig? Ja, tuurlijk. Ja, joh, tuurlijk. Maar er kan maar één iemand in. Ik ga wel achterin. Zit je lekker, Hans? Waar moet jullie naartoe? Zit je lekker, Hans? Ik word thuis, man. Hoezo word je thuis, dealer? Ik ben op de kop. Mogen we wel wat geld van je lenen? Hoi! Zo! Hé, jongen! Welke bolle doet dat? Jordi, ben jij gay? Nou jongens, we gaan vragen of ze willen investeren in ons, zodat wij een nieuwe mooie auto kunnen kopen. En van die nieuwe mooie auto gaan wij goede roleplay vertonen. Wat is er? Wat is er? Deze doet pijn. Wat? Hij vroeg of ik gay was. Jordi! Ben je gay? Hey, een Audi. Let's go. Hey, Hans, stap in. Hey, we hebben een auto voor met z'n drieën, boys. Hey, Ananas, hoofd te steken eruit. Nou, we hebben ons eigen voertuig nu. Hey, laten we een winkelopvalletje doen of zo. Hey, jongens. Ja? Dat is gek, hè? Ah, nee. Ah, ik wist het. Ah. Je broek is nat, man. Ja, broek is echt nat, gewoon. We gaan wel even vragen aan iemand hoe we winkel komen. Right, ik vraag wel voor wapen. Ik heb een vraag voor je. Kom even langs de weg, ik heb een vraag voor je. Yo. Top. We hebben wel twee vraagjes voor je. We willen graag een wapen kopen. Nou, ik heb geen wapen. Je hebt geen wapen? Weet je hoe je eraan komt of niet? Gewoon een steekwapen of zo. Hè? Steekwapen is prima. Nee, ik heb niks. Oké, maar... Hey, geef, ja, nee, heb jij wapen voor ons? We zijn bezig voor een winkelval, voor een projectje. En wij hebben een wapen staan. Voor projectje? Ja, hey, voor een project. Yo. Kut ananas. Wat een lul is dat nou, hè? Laten we hem ook gewoon zijn gang gaan. Hey, hoi, ben ik je kut ananas. Hey jongens, wie heeft hier wapentje voor ons? Zie je die middenschermpje? Zie je dat middenschermpje? Perfect. Hij begint hier over zijn schermpje. Hij begint hier over zijn vies schermpje, hoor. Achter in zijn auto. Hans aan de stuur, bloed op het muur! Oh, hier is ook echt een... Hey joh! Backwezen! Hoezo? Ik volgde iemand. Hoezo? Je kan het ook vragen. Hij wordt hier geschoten, dus je mag even weggaan alsjeblieft. Koop jij een missie of zo? Wat? Wacht even hoor. Stapt in één keer aan. Hé, je bent mijn broeder, ik zie het al. Wat is dit? Die agent die punkt die gast gewoon. Meneer Kalebats en Rickert hier. Barry Bats, Bakker Kalebats, verkopen jullie wapentje? Verkopen jullie wapen? Nee jongens, stop nou eens. Doe ze nou eens redelijk. Ik ben een ananas. We zijn allemaal niet perfect. Nee, verkopen jullie mesje? Nee. Nee? Jammer dit. Wat ga je doen? Ja, wat ga je gaan doen? Je gaat schillen. Ja, ik ga schillen. Ik ga overvallen schillen. Jij gaat jouw kont. Nee, goeie heeft ook nog. Nou, dit was een mooie timing. Dag Barry Batsbak. En met die aangereden, ging hij ons uitlachen. Zo. Wordt hij even vol aangereden. Hey, dan moet ik denken aan nieuw kit, jongen. Mooie auto, mooie zaken. Verkoop je mesjes? Ik verkoop helemaal niks, jongen. Weet je waar we kunnen kopen? Nou, dat is een probleem. Het is een beetje tussen de gangs alleen nog. Ja, maar wij zijn ook een gang. Ananas gang. Doe je mee met drinkoverval? Ja, we zijn Hans. En Hans en Hans. Maar... Hans en Hans. Wil je een beetje... kom op, gun ons een beetje. Nee, sorry, maar dat is heel moeilijk in deze stad nu. Hé, Chinees, je hebt wel honden verkopen, toch? Shit. Taxichauffeur. Stop! Ja. In de naam van Hans. Wat jij zit in achtervolging, dus jij bent crimineel. Hey, Sjaafke, je mag even voorleggen. Deze ben je aangehouden. Ja, hij mag even uitstappen. Oh ja, ik stap al uit, meneer. Ik stap al uit. Nee, loop maar even mee, Sjaaf. Is nog een agressieve top. Toon. Top. Fake taxi. Fake taxi, daar gaan we. Ik wil wel mee. Wat kut dit? Top, oké. Okay. Meneer, nu we jou gered hebben, sta je bij ons in het krijt. Ja, zeker meneer. Jij verkoopt mesjes, klopt, toch? Nee. Heb jij een mesje? Ik had een knuppel. Weet jij hoe we een winkeloverval kunnen doen? Nou, nee. Nee? Moeten we mensen overvallen? Nee, kunnen we een winkel overvallen? Is dat een ding hier? Of... Ja, dat kan. Hoe doe je dat? Je moet een wapen zien te regelen. Maar is een knuppel ook goed genoeg? Ja. Oké, okay, weet je hoe we aan een knuppel of iets komen? Hoeveel geld hebben jullie? Genoeg. Genoeg. Je regelen voor ons. Kan je dat voor ons regelen? We hebben je gered, neef. Ja, ik kan wel proberen voor jullie te regelen, knuppel. Ja? Je hebt zelf een knuppel. Maar waar kan je voor ons regelen dan? Ja, hoe duur? Ja, ik kan even een bericht sturen naar een vriend. Hey, kan ik jullie ergens van kennen?
Nee, man. Nee, ananas. Je hebt ons misschien wel in je fruitband zien liggen. Nee, maar ik ben blueberry. Ik denk wel dat ik ken, maar niks uit. We hebben niks misdaan. Komen jullie hier om te kloten? Ik ben een blueberry. Wij zijn hier voor serieuze zaken, meneer. Jij bent geel, je bent geen blueberry. Nee, ik ben ananas. Ik ben groen, ik ben blauw, vriend. Pak mijn eigen auto, V-taxi slow. Mag ik vragen waar u dat vervuur haar vandaan heeft? Want het is een beetje zwart, maar soms ook roze. Dat weet ik niet. Dat is altijd zo. Glitch is een beetje. Wat is glitch? Kan ik dat eten? Lekker mokkoekje. Daar gaan we voor. Nee, niet hier stoppen, niet hier stoppen. Deze hebben we al gehad. Deze hebben we jullie verkopen mesjes van mij, man. Man. Ik stap bij jullie in, jongens. Hey, meneer, verkoop jij mesjes? Of ik mesjes verkoop, zeker. Oh, echt? Ja. Ja. Oh, wil je ons verkopen? Oké. Okay. Wij willen mensen kopen. Oké, okay, zal ik even mijn maatje spreken als je even terug naar Blokkenpark rijdt? Naar het motel hier. Oh. Oh, hey, joh, gek! Wat doe je nou? Is dat je maat? Hey, wat ga je nou op mijn auto liggen? Hey, wat doe je nou, man? Hey! Jij verkoopt mesje? Ja, zeker. Ja, ik zelf niet, maar een maatje me wel. Kan je regelen voor ons? Ik zal even kijken hoeveel is jullie budget. Hoe duur is een mesje? Voor hoeveel verkoop je ze? 80k zoiets. 80k? Voor de mes? Ja, 80k? Koper. Ja, zoiets. Meneer! Ja. Yo, je verkoopt mesjes. Willen jullie een luxe auto kopen? Nee, we willen mesjes kopen of een honkbalknuppel of iets. Hoe duur? Ik ben niet in de onderwereld. Nee, dus jij kan niks anders verkopen? Moeten jullie een lift met jullie auto rook zo te zien? Ja, maar wij kunnen niet met z'n tweeën in jouw auto erbij. Maar je kan één iemand vastpakken. Kom maar mee, Jordi. Kom maar mee. Ik neem je wel mee. Ik neem je wel mee, komt goed. We stappen in. Kan je zo instappen? Top, ik sla je raampje even in om me neer. Sorry, ik neem hem mee. Dit zit wacht goed. Even hoor. Even optrekken. Oh! Zo! Ik ben de baas van de luxury car dealer. Jij bent de baas van de car dealer? Ja. Oh, ja, wij wilden... Heb je goede investering voor ons? We hebben een auto nodig. Jullie kunnen deze auto, is 40.000 euro, kunnen jullie voor mij gratis krijgen. Gratis? Ik heb 40. Ja, deze is getuned. Hey, yo, koop je mesjes. Verkoop je mesjes. Boys, allemaal. Wat kut dit. Oh mijn god, hij heeft een wagen, Jordi. Wat kut dit, Jordi. Laten we toch die auto... Ja, top. Ik heb gewoon 20 lives euro gekregen. Daar komen nou, ik hoop dat jullie er blij mee zijn. Is er een andere car dealer naast deze? Ja, de Luxury, daar nu net open. Daar kunnen jullie misschien wel een testritje maken, als ik met mijn andere baas overleg. Jullie mogen een auto gratis lenen. Dan moet jullie even elkaar weer vastpakken. Ja, nee! Nee! Kijk, weet je wat we ook nog kunnen doen? Dus, oh! Je bent wel sterk, hè, meneer? Zo. Oh! Hey! Oren van pizza. Wat slecht is zo. Wat is dit? We komen hier voor serieuze zaken. Oké, jullie mogen deze Ferrari of de Porsche meenemen. Ja, doe maar Ferrari. We gaan voor de Ferrari. Ja, Ferrari. Oké, nou ik rijd er voor jullie even uit en yes, dan zet ik hem buiten neer. Hij is helemaal naar de gorten gereden, die gast. Nee, oh maar mijn god. Maar jullie hebben wel mooie outfitjes. Ja, dankjewel meneer. Hij is helemaal kapot. Hij is alleen een beetje kapot, meneer. Dankjewel meneer. Komt helemaal goed. We hebben ook gewoon een Ferrari. Wat kut dit. We hebben een Ferrari. We hebben gewoon een Ferrari gekregen. Hoe hard gaat deze? Ja, hard. Oh! Wow! En dan mag ik niet rijden omdat ik niet kan rijden. Hey, deze rijdt kut. Moet even naar de A en B. We moeten naar de A en B. En dan moeten we even Hans halen. Waar ben je? Hans! Kleur nou eens op, jongen. Hoe stop ik dit? Wat zou dat ik... Hello. Hey! Stap nu eens uit. Oké. Okay. Hey. Nu doen. Nee. Hij toetert naar ons. Meneer, wat wil je? Wat jij toeteren? Wat is er? Mooie auto. Dankjewel. Nee. Nee. Nee, absoluut niet. Nee, die was niet echt. Die was niet echt. Nee. Ah, oh, godverdamme. Die kan echt niet. Die kan echt niet. Het is wel nut. Oh, Lusje! Echt last minute nog, hey, dat is walnut! Hey, dat is walnut! Last minute. Die scheet een schoor, ouwe. Gast, die was die echt, was echt. Vies! Die was echt. Die was vies! Die kon echt niet, hoor. Die kon echt niet. Zo, en nu ruik ik. En nu is eens een keer gaan zeggen, dit is Henkie. Dit is Henkie. Auw! Wacht, laat mij eens rijden dan. Ik wil rijden. Nee! Nee, kom. Oké, waar is de ANWB eerst? Daar ga ik heen. Ik rijd er al heen. Oké. Okay. Nee! Nu zit ik onder de auto.
Oh, hij rijdt wel echt kut deze. Hij rijdt kut. Hij rijdt echt heel kut. Ja, we gaan naar de AMB. Ik ga crisscross. Hij rijdt echt kut. Oh mijn god. Ik probeer hem recht te krijgen, maar het lukt niet. Oh, daar gaan we. Gast, dan gaat 2,40. Je moet gaan vliegen straks. Oh! Van die auto, Nielen! Sorry! Meneer! Oh. Ja, we waren hem even aan het maximaliseren. We gaan even testen hoe hard die ging. Ik stap eens even uit, Hans. Ja, wacht, ik stap al even uit. Ik heb een beetje last van mijn rug, denk ik. Ik denk dat die klap net te hard was, man. Die was net te hard. Wacht, ik zet wel even recht. Kun je even helpen met recht zetten? Ja, kan je even helpen. Hey Hans, kun je ook even helpen? Ja, top. Oh, nee. Oh. Ik kom er niet uit. Help. Help. Meneer, daar maar mee. Kijk, dit is top. Kunt u helpen? Dag, meneer. Die rode auto hier knalde per ongeluk tegen mijn auto aan. Ik stond gewoon stil bij het stoplicht. Geen idee wat er gebeurde. Uit het niets. Waar die blauwe bosbessen op staat. Hallo. Meneer, je hebt toch mooi bananenpak? Dank u wel, meneer. Het is een geen banaan! Het is een ananas! Sorry, man. Ja, dit. Ah, top. Ja. Nee, Hans, nee. Hans, nee. Ik heb alweer. Boys, kunnen jullie me even een liftje geven naar BP? Ja, hier kan niemand bij. Je neemt hem mee, hij wil opgepikt worden. Kom maar, ik neem jou mee. Ja. Oh, dit is heel krap, dit. Ja, dat komt wel goed. Ik heb een scoop iemand, dan ga gewoon iemand ontvoeren. Let op, jullie hier, achter je. Die gast die daar staat. Ik ontvoer hem gewoon. Hey, vriend! Let's go. Hey, meneer! Hoort u mij? Je bent bij deze ontvoerd. Wij willen 10.000 euro los geld en dan laten we je gaan. Meneer, breng hem naar de dam. Je bent mislukt. Ja. We zijn een ananas, meneer. Olem, jij bent mislukt. Meneer. Wat? Even rustig aan. Olem? Heeft hij geld voor ons? Heeft hij geld voor ons? Ik word gek. Meneer, ik ga mijn neef Hassan naar je sturen, hè. Laat Hassan maar komen, naar de dam. Ja, Hassan, hij stopt Suzuki hierin. Wat is Olem? Hey boys, we kunnen gewoon uitpraten. Oké, okay, hey, hoe heet je? Meegenomen? Gewoon, hoe heet je? Doe maar. Hoe heet je? Ik heet Klaas de Gekkie. Klaas Gekkie? Ja. Oké, okay, Klaas, we gaan een deal sluiten hier. Kom even mee. Ik neem je heel even mee. Broer, ik ben nieuw, man. Wat is het voor welkomst? ik neem je even mee, Hans. Oh, je heet geen Hans. Vanaf nu heet je Hans. Waarom? Oké, okay, Klaas. Wat is jouw naam? Hans. Ik wil ook jouw naam weten. Hans. Wat is je... Nee, Hans betaalt het. Hey, kijk. Nu, dit is geen deal. Echte okay. Mannen praat gewoon op de grond. Nee, oké. Okay. Klaas, heb jij geld voor ons? Hoeveel wat geld? Hoeveel heb je? Kijk, weet je, dit is, ik kan ook voor jullie werken. Maar moet je weet wel hoe je eruit moet zien, hè? Ik ga als jullie kleden palmboom gang. Of hoe is jullie gang? Ananas. En bosbes. Ik werk voor jullie. We gaan samen met z'n drieën. Snap je? Team, dan ga je dit team verbeteren. Oké, okay, is goed. Dan zet ik je even neer, oké? Okay? Heel veel wacht, heel veel wacht. Nee. Niet mij hier neerzetten. Hé, beneden. Oh, zo. Ik zet je neer, meneer. Oké? Okay? Ik zet je neer. Draai om. Nog een keer. Hier, zo, meneer. What's up, baby? Dat kon je echt niet maken. Ik had hem neergezet als deal en dan kon hij voor ons werken. Daar is iemand. Kijk. Hij kon een ananas gang worden, jongen. Hij had het kunnen maken. Kijk nou wat hij doet. Klaas, nee. Mijn vriend. Hij heeft gewoon veel te veel fout gemaakt. Gast, hij wilde zich kleden. Hij was committed. Hij was echt ready. We moeten een andere kandidaat. Boys. Oh, hallo, god. Ik ga deze man nog niet in twijfel, hallo. Klaas, hey, Klaas. Gaat het met je, Klaas? Jullie plukken mij zomaar van de straat af. Ja, we wouden je bij de gang doen. We wouden je bij de gang, maar je wilde niet. Ananas gang, kameraden. Ik wilde niet, bro. Ja, ik heb ananas gang. Jullie mij van die ding afgooien, omdat ik zeg dat jullie met jullie wil samenwerken. Ja, we hebben je gegooid. Hey, het was verkeerde spier, bro. Hebben jullie hem gegooid met de reden, boys? Geen reden. Hun deden mij afzet en die andere deed mij slaan. Hij zei hier lekker voor jou. Nee, ik zet je neer. What? Ik zet je neer. Ik zei nog, ik zet je voorzichtig neer. Die blauwe oekel, die sloeg mij. Ik zeg geen per ongeluk. Wat per ongeluk? Per ongeluk als ik dood ga. Vind je dat per ongeluk? Ga je het echt ook zeggen? Hey, Klaas, rustig aan. Laten we dit goed oplossen. Ik ga hier deze muren te gaan. Kunnen het uitpraten als mannen. Klaas, rustig aan. Ik stap uit. Ik moet even mijn frustratie. Rustig, Klaas, kijk me aan. Kijk me in mijn ogen aan, Klaas. Kijk me in mijn ogen aan, Klaas. Ben jij nog steeds klaar om een ananas te worden? Wat is jullie ananas voorwaarde? Ik moet mijn voorwaardes. Je voorwaardes, je kapsel en pak. Dat is alles. Nou, daar zijn we mee bezig. Er zitten alleen maar mensen. Geld. Nee, we zijn bezig. We moeten ons eerst groeien. We moeten ons eerst onze fundamenten opzetten voordat wij kunnen groeien. Ananas moet groeien, toch? Ja, er is nog een voorwaarde. Voorwaarde. Ja, je moet je naam veranderen naar Hans. Kan je misschien van deze auto een Urus Klaas is wat meer... Een Urus? Naar me kijken. Meer, alleen van jou, hè?
Maar kijk, hij heet Hans. Ik heet Hans. We hebben nog een Hans. Als je meedoet, moet je Hans heten. Oh, we hebben een Oeroes. Zeker Hans. We hebben Oeroes, man. Is die voor ons? Dankjewel, meneer. Dankjewel. Dankjewel, je AB. Stap in, Hans. Volgende keer dat ik je zie, we zetten je nu af. Dit is de eerste Hans-test. We zetten je af. Volgende keer dat ik je zie, moet je ready zijn. Moet je helemaal klaar zijn, oké? Zo, de zaak gaat goed. Nee, lul niet! Die was nee, lul niet, die was nep. Nee, die was niet nep. Hou je bek. Die was nep. Nee, die was niet nep. Nee, absoluut niet. Ik kan ook een ander scheet laten. Hoi, man. Waar is die andere heen dan? Die andere ander. Ja, die andere. Jezus, maat. Dit kan niet. Zo, ik ruik een Mexicano. Hey, weet je wat ik voor auto heb gekocht? Nou? Ik heb echt een meme-auto gekocht. Okay, je hebt een meme-auto gekocht? Ja. Ben jij dit? Nee, dat ben jij niet. Ben jij dit in die truck? Is dat jouw auto? Waarom is hij gecamoufleerd? Ja, dat deed hij. Het bosmes zit erin. Wat is dit? Die antenne trouwens, inderdaad. Hoezo is die antenne zo groot? Waarom heb je echt een mega antenne erop zitten? Nou, ik weet het niet. Weet je met hoeveel mensen hier in deze auto kan? Nou? Met 8. Met 8 kunnen ze zeker allemaal achterin. Nee, ze kunnen aan de zijkant hangen. Oh, maar we kunnen ook een andere auto kopen. Maar die antenne gehad? Ik ben echt boos van die antenne. Hoe kom je eruit in deze auto? Kunnen we die auto kopen? Waar die gas in rijdt? Ja, we kopen hem over. Nee! Nee! Nee, meneer! Hallo? Ik heb per ongeluk verkocht. Ik wil kijken voor hoeveel. Oh, maar je hebt hem shit. Al, heb je hem al verkocht nu? Ja, per ongeluk. Ik wou hem van je overkopen. We wouden hem overkopen, maar dat is helaas te laat nu, hè. Bent u, Nee. Makkers van plakkers. Nee. Hallo. Heb je geld voor ons? Zeker heb ik dat voor jullie. Voor jullie alles. Yes, top. Doe maar naar, 180. Ja, tuurlijk. Alsjeblieft. Oh, dankjewel, Nick. Ja, alsjeblieft. Dankjewel. 50.000 euro. Ja. Kijk al je video's. Ik vind het lullig om al je aan te nemen, man. Nee, man. Houd het maar. Ja? Je gaat wat leuks verkopen, oké? Volgende keer dat je ziet, wil ik je in een ananas outfit zien. Ik weet niet of dat wel wacht van mijn baas, maar Ja, vast wel. Ga proberen. We hebben nu ook gewoon 50.000 euro gekregen. Ik ben echt slecht dat ik dat gewoon aanneem. Ik voel me echt hoeveel heb jij in totaal? Wat de fuck is dat? Die antennes, ik word er echt boos van. Ik word er echt boos van gewoon. Jij wilt hem houden? Hoe heftig die ene weer beweegt. Bengeling! Ik heb net chips gegeten, dus mijn vingers zijn helemaal plakkerig. Dit is hem geworden. Map. Wat is het? Kan niet eens zien. Een Audi RS 5R. Ah, kijk, top. Banaan. Kom dan, hier. Hey, jongen! Hey! Hij gaat dood. Achteraan. Kom dan. We gaan je shake. Kom dan. Stap af dan. Kom dan. Hier. We gaan hier. Kom dan. Oké, we stoppen gevecht. Nee. Klaar nu. Jongens, we staan kietje. Ik ga dood. Hey. Ik ga dood. Zo is goed, jongens. We kunnen eens uitpraten als heren. Als jullie ons 5000 euro geven, is het afgelopen. Ik heb alleen 4 doezen voor je. Dat is prima. 4000 is ook goed, dat is uitgesproken. We hebben het als volwassenen opgelost. We hebben dit als mannen opgelost. Zo, raden ze van mij rijden. Wat een wilde man, jongen. Hey, hallo man. Hey, hallo man. We gaan zo een typisch duel doen, weet je. We gaan met rug tegen elkaar. Oké. En dan 10 stappen vooruit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hoe hard kan deze? Doe even een snelheidstestje vanaf hier. Gewoon karren. Nu gaan we 200. Gaat goed. Gaat prima. Hey! Hey! Wat was dat? Pas op. We gingen hard, joh. Naar mij rijden? Ik ga eens even testen. Dan ga ik even mijn dorstig brein vullen. Ja, dan ga ik wel even karren. Oh, kut. Jordi is even wat drinken pakken. Dus hij heeft dit niet meegemaakt, maar als hij terugkomt heb ik zijn auto per ongeluk gesloopt. Wacht. Kut, ik ren weg. Dit heb ik niet gedaan. Ik was hier niet betrokken. Oké. Hoezo had ik niet anders verwacht? Karel Badbeek, ik weet dat ik hier boven zit. Hoe wist je dat? Die antenne, de 1051 710. Oh, wat doe je? Oh! Oh, maar ik word op je telefoon, hè, man.
Of hand, of hoe je wil weten. Niks gebeurd. Oh mijn god, wat niks doe je? Gebeurd. Je rijdt ook gewoon vol door die barrière. Oh mijn god. Zou ik je autootje meegeven van vandaag? Ja, doe maar joh. Hey, we hebben nu gewoon ons eigen bosbessen. Ja, dus, alleen moet je heel verwachten op die andere gasten. Die ja, verwacht op die andere gasten rijke, dan. Die waren rijke gasten. Rijke gasten, die kopen die ook mesjes? Ja, ja, dat vroeg ik. Wacht. Ik zit eerst te kijken hoe je kan zien hoeveel mensen er in de stad zijn. Oh mijn god. Ja hoor, jij kan ook echt zo niks. Oh. Ja, heel die auto. Hey, hier, die gast rechts. Hier, die gast rechts. Die Urus, hè? Is de Urus. Ja. Hey, meneer, meneer, meneer. Oh. Meneer, stop even. Stop even, meneer. Meneer, meneer, meneer. Meneer, 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 meneer. Alsjeblieft. Wacht, wacht even, meneer. Oh. Meneer, meneer, alsjeblieft. Meneer, wacht even, meneer, meneer. Stap even in. Stap even in. Hij was vriendelijk, ananas en bosbes. Zijn tenslotte ook familie. Jij verkoopt mesjes, zul je net? Ik verkoop niks, dat zei ik niet. Heb je honkbalknuppel? Die hebben we wel. Verkopen jullie je honkbalknuppel? Nog niet. Nog niet, verkopen jullie iets anders? Binnenkort verkopen wij P50. Oh. Oh. Kunnen we een winkeloverheidje doen? Ik wil even iets overvallen. Ik weet niet of dat sommigen van mijn gang dat nu hebben. Of dat ze daar nu zin in hebben. Mogen we het lenen? Dat doen wij niet aan. Ook niet als we winst stelen met je? Nee, het geld hebben wij niet nodig. Weet je waar we kunnen kopen? Wat, die wapens? Ja. Er is één wapendealer. Waar is die? Kan je die als... Ik weet niet of dat die ligt te slapen of iets. Dat is gewoon een man die... Het is een Chinees. Oh, nee. Nee, zeg maar niet dat hij Ying heet of zo. Nee. Oké. Yi. Nee, niet Yi. Lee. Lee? Wie is Lee? Ja. Die ene die Hans de Derde had volgepompt. Nee, niet hij. Jawel. Oh. Nee, oké, maar dan weten we genoeg, meneer. Als je ons terug kan brengen naar de AMB. Nou. Waarom nou weer? Pintels anders gewoon. Anders rij je even op onze baan. Hé, wat nou gek? Hé, midden op straat staan. Anders rij je op onze baan, donder op, man. Je rijdt hier. Midden op straat staan. Ja, wat nou midden op straat staan? Ja, midden op straat staan, meneer. Midden op straat staan. Weet je wel wie ik ben, meneer? Ja, dat is snor, meneer. Ja. Ik ga je auto scoopen. Meneer, doe auto even. Oh, dank u wel. Nee. Goeie. Ik scoop je auto even. Hé, je beukt je eigen auto. Hé, laat me eens met rust! Nee! Laat me eens met rust, jongen! Van mijn auto af! Van mijn auto het af! Het is jouw auto helemaal niet! Stap in, snel! Oh, jullie, jongen! En je bent je eigen auto kapot! Van mijn auto af! Hier! En Loes! En even of even weg zijn. En of even een Urus gestolen hebben. En of even een Urus gescoopt hebben. Oh, nee. Hij rijdt wel echt heel kut. Ja? Ja. Oeh, maar het ging net goed. Oh, hij drift echt heel erg. Maar we zijn ze kwijt. Oh nee, niet. Hij volgt ons nog. Wat een gast. Oh mijn god, wat slip deze. Even naar de snelweg en dan ben je hem sowieso kwijt. Dat ding gaat sowieso 400. We gaan even kijken hoe hard hij kan. Je rijdt nu al 300. We gaan even kijken hoe hard deze gaat. Gast, we gaan 330, jongen. Douane. Wat is dit dan? Hier ramt er doorheen. Hier. Door de douane. Alsof het niks is. Gaat prima dit. Gast, kijk hoe hard we gaan. Hij rijdt nog steeds achter ons, hè, die lul. Ga zo meteen naar rechts, richting Human Labs. Dan ziet hij ons niet meer. Godverdomme, jij krijgt niks. Ah, hier link. Oeh. Oké. Hier, Urus scoopt. We roken en we gaan nog steeds 266. Je jankt er trouwens ook door die douane, hè, jongen. Alsof die douane er niet eens stond. Ja, ik rijd 300, ouwe. Wow. Hij valt gewoon. Gewoon letterlijk één keer. Ik tik iedereen tegenaan en dan denk ik breek vanaf. Tunk. Ja. Kan ik maar even maken voor jullie? Ja, is goed. Top. Kom even naar AWB. Dan gaan we een ander kleurtje. Ja, top. Is goeie. Geef hem even een ander kleurtje. Je bent echt een topgeuze. Het is niet eens onze auto. Ja, we hebben toch deze auto uiteindelijk gekocht. Ja, die is wel dik, man. Mm-hmm. Ja, na lang nadenken hebben we toch die Audi hebben we verkocht. Zo. En hebben we deze Urus hebben we toch maar gekocht. Ja, ik maak maar wel echt eerlijk werken, dan krijg je toch wel mooie auto's als dit. Ja, precies. Ja. Het is niet eens onze auto. Hij gaat gewoon een ander kleurtje van maken. Hij wordt gewoon onherkenbaar voor die gast die, van wie die was. Hij is zo'n impotent, is hij fucking geel. Hij gaat hem nooit meer herkennen, gast. Gast, hij gaat hem nooit meer herkennen. Op het moment dat hij zo meteen terugkrijgt of dat we langs zijn, hij herkent hem gewoon niet meer dat het zijn auto is. Ik ben wel toppen dat je onze auto geel wil maken. Ja. Deze geel? Ja, die geel, die stop. Ja. Vieze vuile... Wat? Wat is er? Oh, Igor, houd rustig, Igor! Jongen, hebben ze mijn auto geel gemaakt!
Oh, ik neem jou mee! Ik ga je meenemen! Ik neem je mee! Ik neem je gewoon mee! Ik neem je gewoon mee! Hé, wacht! Wacht! Ik ga helpen! Ik ga helpen, Igor! Ja, ik ga mee! Ik ga trainen! Kom mee! Igor! Hans! Hans, help! Rijden! We kunnen dit uitpraten! Hoppakee! We kunnen dit uitpraten, jongens! Hans, help! Hé, dat is jouw Urus helemaal niet. Jij had zwarte Urus, we hebben gele. Ik heb geel gemaakt! Nee, dat is jouw Urus helemaal niet. Nee, je hebt gewoon geel gemaakt, jongen. Nee. Hé, jongens, dat kunnen we uitpraten als mannen. Oké. Auw! Nee. Nee! Oh, keihard in zijn reet. Nee, Hans, alsjeblieft. Hans, denk na. Hans, denk over deze situatie. Ik wil geen vinger. Mijn vinger is lang, hoor. Mijn vinger is heel lang. Dit kunt u niet doen. Ik was hebben mij bij de kill. Pak hem! Nu is hij van ons. Nu is hij van ons. Vastpakken, hoor. Ik heb hem! Ik heb hem! Hans, we gaan! Ik pak je sleutels even en ik doe hem even open. We zijn onderweg naar de dam. Nee, Jouwtje Mel en je wordt van de dam afgekleurd. Of je gaat nu geld pinnen. Of je gaat van de dam. 200 miljoen. Ja, nee, dikke lul. Geef 50k. Hebben jullie wapens voor ons? Oké. Nee, ik ga pinnen. Ja? Ja. Hans. Ja? Ja, maar als waarschuwing even die andere eraf gooien. Nee. Als je iets geks doet, gooi ik je hier naar beneden. Niet doen. Dan is het klaar. Dan moeten jullie even rustig houden. Nee, we doen niks. Zo, lekker. Lekker je tocht tegen elkaar. Hij mag even, hij pakt even je pinpas. Ja, oké. Kan je hem er even in doen, meneer? Nee! Ja, ik wou net zeggen. Ik heb je nog... We gaan dood! Help! Oh! Stap in! Ik heb jullie jongens! Ja! Nee, niet meer! Hey Hans! Hey, wat gaan we met hem doen? Dit is onze collega van de car dealer. Hij werkt ook bij de car dealer. Ja. Oké, dus even een korte backstory. Wij waren aangenomen bij de car dealer. Geen idee waarom, maar we werkten daar nu. We hadden een hoge baan, verdienden veel geld. That's it. Doen we hem naar binnen. Ja. We kunnen ze niet meer weg. Zijn het echt? Ja, wij zijn collega's. Ja. Hier, kom. Wij zijn collega's, daar ga je. Doe de deur op slot, dan kan zijn fiets hem ook niet meer halen. Zet hem op zijn knieën. Nu is het klaar. Ja. Nee, kom op. Nu is het klaar. Ja. Jij gaat ons 50.000 euro geven. Hij heeft die niet. Hoeveel heb je op zak? 7 ton. Dat geef je nu aan ons. Nee. Nee, dat klopt. Oké, je geeft 2 ton aan ons. Nee. Oké, klopt. Je geeft 1 ton aan ons. Heel verwachten. Nee. Oké, klopt. Je geeft 50k aan ons. Nee. Jawel, dat was de afspraak. Ik ben gierig, sorry. Je gaat dood als je dat nu doet. Ik heb... Pas op hoor, ik heb vuurwapen. Nou, ik zie het. Pas op hoor. Stap in. Oké, stap allemaal in. Boys, stap allemaal in. Stap in. Jongens, nou, wat doen we? Kom, pak elkaar vast en stap in. Oh, wat doe je? Daar gaan we. Kom op, ga niet meer terug, hè. Deze auto is van me. Deze auto is van me. Je rijdt zomaar de bus aan, waarom doe je dat nou? Nee. Niet meer. Oh, maar god, Max? Ja. Het is... Meneer! Huh? Je recht is garage. Nee. Ik heb auto's in de garage. Oh, waar is je auto inderdaad? Goed, de rode peper. Hé, hey, wie is dat? Ik hoor pullen. Oh, dat betekent dat je ringtone man, bro. Lul niet. Oh my god!
We gaan nu even naar de car dealer. Ik word weer gebeld. Wat is dit vervelend? Ah, hij is wel zichtbaar hier. Waar ben je? Jullie? Hans, waar ben je? Ja, mijn deur gaat niet dicht. Oh. Hans! Ja, ik weet niet of jij het ook hoor, maar dit is echt naar, ouwe. Wat hoor je? Dit is oprecht naar. Wat hoor je dan? Ik ga je bellen. Wat is dit? Hoe kom jij nou hier? Gerard! Is dit echt? Ik geloof het niet. Dit geloof ik niet. Ik geloof niet dat hij hier ook is. Hallo? Ja, het is hem! Ja, hey, wat doe jij hier? Wat ben je? Wat heb je tintje gekregen? Lekker onder de zonnebank gezeten. Je arm komt. Ja, even lekker bruin. En je sokken heb je nog aan. Wat leuk om jou hier te zien, Gerard. Wat zie jij eruit? Hoe is het, Gerard? Ja, goed. Hey, hoe kom je hier? Hoe wist je dat we hier waren? Ik heb zo mijn hersenen. Zo. Hoi. Hij is voor mij. Hij is voor mij. Hij is voor mij. Hij is voor mij. Gerard, waar gaan we heen? Gerard, ik kom terug naar de car dealer. Nee, Gerard, we moeten naar de car dealer. Dat is mijn baan. Dat is hoe ik kan slagen. Ja, ik vraag ook wel of jij een baantje mag krijgen. Hoe kan jij een baan hebben met jouw ananaspak? Dit komt helemaal goed. Ik vraag ook wel. Hey, collega's. Hey. Meneer, ben jij onze baas? Ik ben de car dealer baas, ja. Top. Ik heb hier een nieuwe werknemer voor je. Hij is erg trouw en oud, dus waarschijnlijk hoef je niet heel lang te betalen. hij werkt hard. Hij werkt echt heel hard voor zijn geld. Hey, Gerard. Nee! Oh, dat was niet mijn bedoeling. Ah. Hey, Eiffeltoren. Hey. Van Pisa. Hey. Je zit er echt lekker in als je op vakantie bent geweest. Ja, waar zijn je wenkbrauwen? Waar zijn je wenkbrauwen? Wat een oude vent, man. Oh, Bas. Oh, jij mond is, man, met je hesje. Even in, hè, oude meneer. Anders, Oh, wat nou, idioot? Hey, pak hem, Gerard. Hey, Gerard. Pak hem. Man. Laat zien wat je nog kan. Oh! Jij schijnt hem goed in metallen! Dit is top! Maar hij moet even paperclips kopen. Alsof het niks is. Wat is het ene ding wat je niet snapt? Huh? Ja, wacht even. Ik koop wel voor jullie. Huh? Wacht even. Jordi, help! Is dit? Is dit? Sla hem even. Ja, dankjewel Gerard. Dus, wat heb jij verkeerd gedaan? Ja, ik weet niet. Ik stond hier te staan en... Hey, maat. Hey, mag ik op de grond staan? Of dat is de topnaam. Waarom kan ik niet meer rijden met deze auto? Hij doet niks. Ik krijg mijn auto uit de inbouw. Oh, meneer, waarom doet hij dat nou? Kom mee, Gerard. Kom mee. Kom mee, Gerard. Wat hang ik erbij? Oh, dat is geen arme bij Schiet hem neer. Schiet hem neer. Pas op! Oh, nu is hij de lul. Wacht. Nu ben je klaar! Oh, rennen! De kale badspeuker! Nee! Hij gaat voor mij! Nee! Rennen, Hans! Hey! Door die gescholden shit! Rennen, Hans! Hey, wat is dit? Rennen, Hans! Nee! Hans, waar is Gerard? We moeten voor Gerard terug! Hier is... Oh, Gerard, hoe kom je in deze auto? We moeten hier gauw weg. Reageering. Oh man, want hij ging voor ons. Die ANWB'er kwam weer, hij ging voor ons. Hey Joop, wat zei je? Oh! Wat gebeurt er nou? Wat gebeurt er nou? Ja. Ik heb een blauwe vest. Ja, nu zie ik echt letterlijk. Ja, ik zie toch niks, ouwe. Volgende keer weer. Oké, we gaan het. Ja, nee, ik gebruik nu. Ik ga. Lockpick. Daar ga ik, jongens. Dit is wel heel intiem. Hey, jongens, gezellig. Laat me even kijken, jongens. Ik ga even kijken of ik hier iets kan stelen. Ik ga even bij Max. Wat mag ik hier? Ik heb twee keer een coupon gevonden, jongens. Even kijken, wat kunnen we? Er is niemand thuis. Mag je ook rennen dan? Ja, er is niemand thuis. Eén laptop voor mij. Okay. Laptop, ik heb één fout. Hey, twee keer tandenpasta, ja. Tandenpasta. Gerard, doe die deur open. Jordi, waar haal je dat slipje vandaan?
Die komt uit de kast. Sorry. Hey, ik heb een loterijticket gewonnen. Of gevonden. Hey, een speakertje. Hey, bij mij. Ik zie die kast achter je, Mark. Ja? Hans. Er staat een boek. Wat is een boek? Wat is een boek? Laat gewoon een boek. Wacht, ja, ga even kijken wat ik in de boekenkast vind. Met twee O's. Wat vind ik hier? Hey, een boek. Laat het naar buiten gaan. Ik vind een boek. Nee, maar ik vind alleen maar dingen. Ik heb fucking. Ik heb twee saffron. Saffron is toch. Kijk, hey, twee loterijtickets in die. Die moet je pakken. Gerard! Oké, we gaan ze gelijk gebruiken, jongens. Komt die. Gebruik. Leeg, denk ik. Ah, dat is jammer dit. Ja. Hoi. Hey. Hoi. Hoe gaat het met jullie? Prima. Hoe gaat het met jou? Jullie zijn de beste gang. Dat klopt. Sorry, hè. Rustig. Ik sla even met de reet van Gerard. Ja. Hey Gerard, ik zie jou. Je ziet er goed uit, Gerard. Ik zie niks. Ik zie alleen Gerard's vieze knieën. Gerard, dat zijn je knieën rimpelig. Het is wel krap in de kofferbak hier. Gerard zit toch in een Gerard? Gerard zit toch in de auto? Hey, ik heb een robijn gevonden. Dat is top als je dat was thuis. Auw, oh, schrik me echt rot, man. Kale badbeuker. Zo. Hij is dood. Nee. Meneer, waarom doet hij dat nou? Deze man is dood. Ik ga mijn boeken verkopen in de tussentijd. Meneer, waarom doet u dit nou? Voor wie doe je nou zo leuk? Wat? Wat een haat. Wat een ongelofelijke haat. Ik ga dood. Huts. Hier. Auw. Kom maar, kale badbeuker. Nee. Moeder maken. Nee. Waarom nou die haat, jongen? Hoezo die haat? Ik kan er ook niks aan doen dat je kaal bent. Wat kan ik er nou aan doen dat jij kaal bent? Ja, maar hoezo? Maar hoezo? Hoezo die haat? Naar jou heb ik geen haat, naar jou. Ja, maar hoezo? We kunnen er toch even praten? We kunnen er toch even over praten samen? Ja, maar ik heb geen haat naar jou. Je hebt goede video's, maar helemaal ja, maar deze surfer je. Ja, maar hoezo schat je mij dan uit? Staf heeft met twee. Staf heeft twee van mijn vrienden. Hallo. Ja, maar waarom ga je dan mij uitschelden? Ik scheld jou niet uit. Je schelde mij net een paar keer uit. Niet. Ik scheld een staf uit, bro. Hang boven mij. Kijk uit. Een staf heet ook bakkers. Maar wat gaat er nu gebeuren met je dan? Ik denk dat ik een permbank krijg. Mag ik dan nog even een beetje op de foto voordat je gaat? Nou, is goed. Maak een foto, Ja, twee seconden. Even aan de kant, jongens. Ik wil een foto met deze man nog even, met de kale badbeuken. Top. Maak foto's. Even lachen dan. Even lachen. Top. Wat zijn we aan het doen, jongens? Wij zijn hier van de Ananas Squad. En wij komen hier even om te controleren of alles wel naar wens gaat. Ja, zeker. Yes, hebben jullie. Mag ik even kijken binnen? Ja, natuurlijk, joh. Top. En hoe zit het met de gijzelaars? Hebben jullie die? Of? Nee, dat doen jullie niet aan. Dat doen jullie niet aan met gegijzelden. Nee, we mogen geen overval doen. Nou, kijk even hoe de tactiek is, hoe die het pakt. Ja, het gaat wel snel. Gaat wel soepeltjes dit. Ga nu weg, want je hebt te veel informatie anders. Hoezo te veel? Nee, maar ik ben aan het controleren gewoon. Wij plukken even mee. Terugleggen. Rustig aan. Terugleggen. We hebben een kogel in je knie. Waarom hebben jullie geen gijzelaars of gegijzelden? Ga naar buiten. Ga naar buiten. Je loopt zomaar naar binnen. Dit is geen overval. Anders krijg je een kogel. Gewoon weg. Oké, rustig aan. Het enige tip is neem gijzelden. Hey joh, ik liep toch al! Ik liep toch al, joh! Hij schiet je zomaar in je knie! Sorry, hij schiet me zomaar in mijn bijna rechterbil, joh! Hij is gek, jongens. In mijn rechterbil, joh! Ik zeg alleen maar. Oh mijn god. Oh shit. Oh shit. Ah, grapje. Niks aan de hand, joh. Schrammetje. Je mag niet. Schrammetje. Niks aan de hand, jongens. Schrammetje. Ik loop toch al de hele tijd, maar jij blijft maar neerschieten. Dan kan ik niet weglopen, joh. Hallo? Hoor je mij? Ja. Ja. Goed idee. Wat? Laten we maskers halen. Ik zei niet eens iets over maskers. Nee, maar. Je zei goed idee. Ja, goed idee. Alsof ik zei, laten we maskers halen. Ik heb nooit iets over maskers gezegd. Ik zei, hoor je me, hallo. Laten we maskers halen. We moeten even gangzaken bespreken. Dit is belangrijk, meneer. Je hoort je niet bij. Je ziet toch dat we hier stilstaan. Oh, ik klikte en heb ongeluk. Oh, ah! Hoezo gebeurde dat? De deur deed me pijn. No, 134. Oh, dan maak ik om je gezicht, denk ik. Kijk mijn gezicht! Ik heb gewoon een veel te dikke kop hiervoor. Kun je niet gewoon even. Kun je niet even naar de chirurg gaan? Even naar de chirurg. Kijk dan wat ik heb, ouwe. Zo, kijk deze dan, jongen. Of deze?
Dus 111. Kom weer door mijn dikke kop. Kijk naar mij. Wat, waarom heb jij zo'n bos haar ineens? Nou, die kan. Mijn kop komt er niet doorheen. Nee, deze kan. We zien er nu nog erger uit, gewoon dat we er eerst uit zagen. Ja, klopt. Hans. Hans! Hey! Hans! Dat deden we maar één keer. Hey! Oké, we gaan even naar de meest serieuze rode peperplek die er bestaat. Nou, waar is het? Blokkenpark. Oh. Anders ga je even stilstaan op het kruispunt. Ga eens even stilstaan op het kruispunt. Jij staat toch ook stil op het kruispunt? Ja, daar heb je me. Hij is groen toch? Rijd door dan. En jij dan? Hé, heb je grote mond of zo? Sta je met je oeroes? Mijn lelijke oeroes. Deze auto is duurder dan je leven. Wanneer wordt je auto bruin, man? Want bananen die worden ook over de datum. Daar heb je me. Daar heb je me te pakken, meneer. Godverdomme, een ananas, paardlul. Je kan ook even gewoon ergens heen gaan ofzo. Ja, jullie ook. Oh, je staat stil op je kruispunt. Ik kan ook gewoon even rechtdoor rijden. Nee, zijn voor het stoplicht aan het wachten, rood. Rijd dan je gewoon snel paas of is het wel belangrijk om die te tellen? Kijk, dit is goed de rode peper op het kruispunt. Anders laten we over gangs gaan praten op een kruispunt. Zo, hier kunnen wij nog wat van leren, Hans. Ja, dit hier kunnen wij nog wat van leren. Dit zijn echt tactieken. Dit zijn next level tactieken. Gewoon kruispunt, BP. Gewoon gangzaken bespreken. Wacht, dus kom even over onze tactieken bespreken. Meneer! We moeten even gangzaken bespreken! Dit is belangrijk, meneer! Daar hoort je niet bij. Je ziet toch dat we hier stilstaan op een kruispunt? Dat zegt toch al genoeg? Waarom snappen ze niet? Wij gaan toch gewoon stilstaan op een kruispunt? Dan is het toch logisch dat het privézaken zijn? Jemig, dat mensen dat niet begrijpen. Dat mensen niet begrijpen dat je op een kruispunt stil gaat staan over gangzaken. Dat ze dan. Je moet dat ze dan naast je op schreeuwen zetten. Huh? Hey, hoe gaan we die winkel overvallen straks? Oh ja, die winkel overvallen. Ja, we moeten winkel overvallen, doen. We moeten winkel overvallen. Maar hebben we wel wapens nodig. Dan hebben we wel wapens nodig, dat klopt. Ja, daarom staan we natuurlijk op kruispunt hier, om wat te bespreken met elkaar. Hey, yo! Je ziet toch dat we hier stilstaan om over gangzaak? Ga nou weg! We zijn om een gangzaak hier! Ik snap niet dat ze dat niet snappen. Het is toch gewoon logisch dat we hier staan? We staan hier gewoon midden op kruispunt. Het is toch logisch dat we... Ja, dat is toch logisch? Zo gaat het hier, blijkbaar. Ja. Het is toch logisch dat hij gewoon even weggaat als we hier over gangzaak praten? Jongen. Ja, anders gaan we gewoon nog een auto. Dan zetten we gewoon het hele kruispunt af. Ja. Dit is echt belangrijk. Ja, zo hoort het toch? Ja. Nou, hij wil gewoon echt je voorbumper koppen. Nou, hij wil echt koppen, ja, die voorbumper. Ja, hij wil je voorbumper koppen. Ja, we klappen hem gewoon, ja. We stappen uit. Oh, wat doe je nou? Wat doe je nou? Wat doe je nou, Hans? Waarom stap je nou uit ook naar achteren, Hans? En nu ga je dood! Hans, nu ben ik er klaar, man. Hij moet dood. Nee, je gaat hem niet. Ik lok hem hierheen en dan doden we hem. Nee, Hans. Hans, niet doen. Hans, denk nou over de consequenties. Ah, meneer! Hans, nu word ik boos. Stap in. En nu ben je klaar. Nu is klaar. Nu is klaar. Spring er van de brug. Spring maar. Spring dan. Spring dan. Zo. Die is dood. Ook weer een minder. Dat hebben we goed geregeld. Ja, dat hebben we goed gedaan. We hebben hem gepeerpressured van de brug. Ja, we hebben gewoon... Dit was goede bespreking op dit kruispunt. Dit was goede bespreking op... Kijk, dit gebeurt er als je bespreekt op kruispunt. Nee, dit gebeurt er als je gestoord wordt tijdens een bespreking op het kruispunt. Ja, oh ja. Jemig! Zo! Jemig, die kwam even voorbij als gescheurd. Kijk, dit is... Nou? Mensen maken gewoon een grote fout. Oh mijn god, ze staan er nog steeds. Wacht, we gaan even zeggen wat er juist gebeurd is. Wij wilden jullie grote tactiek, grandioos en zo allemaal even nadoen. Maar het heeft geleid tot een kind die van de brug is gesprongen. Ja, ik wil even dat jullie dat op jullie geweten hebben. Shit, maar ik krijg helemaal niks. Maar waarom doe je nou zo boos? Ja. Ik wil het alleen melden. Voor wie doe je nou boos? Nou, je doet gewoon een beetje boos. Kom jongens, we gaan aan de stad. Hey, hij is een kale bad! Het is een kale bad! Wat mooi! Zo, die zie ik van 100 kilometer nog glimmen. Niet doen! Niet doen! Meneer! Staan blijven. Oh! Dat deed ik niet, ik beloof het. Au. Handen omhoog! Hoezo? Wat heb ik hiermee te maken? Handen omhoog! Hoezo? Nee! Waar is jouw vriend? Waar is jouw vriend? Hoezo mijn vriend? Meneer, ik kom net uit deze auto gestapt. Ja, nou, jij hebt ook dezelfde auto aan als je collega. Meneer, maar gewoon niet gelijk. Kunt u mij wegbrengen? Zou je toch dat je in ging stappen? Hallo meneer. Homo. Hey, let op je taalgebruik. Hoezo zeg jij dat? Ja, je zit hier letterlijk achterin. Ga je weg. Rechtdoor. Met een pistool op je gericht en dan moeten wij op ons taalgebruik letten. Ja, tuurlijk broer, ik ben politie, ja? Tuurlijk broer, ik ben politie. Goed getraind. Oh ja, boys! Eén ding. Hey, hou je mond. Is wel glad hoor, moet ik al zeggen.
We kunnen het ook gewoon uitvechten, hè? We kunnen het ook gewoon uitvechten. Hoezo vechten? Jij bent een agent, jongen. Laten we uitvechten dan. Je disrespect me. Kom, we vechten het uit. Prima. Zonder wapens. Vechten we het uit, kale bad. Let op wat je doet, hè. Let op wat je doet. Jij zegt toch, we kunnen het uitvechten? Nou, dan gaan we het uitvechten. Ik heb nog nooit gezegd dat we het kunnen uitvechten. Dat zei je letterlijk net. Je slaat hem, je duwt hem. Dus Hans, kom op. Tik op je kale bad geven. Geef hem kopstoot. Geef hem kopstoot, Hans. Probeer maar, probeer. Tak. Zie je, ik heb het allemaal geleerd in mijn opleiding. Oh ja. Stop. Nu is het klaar. Stop. Hé, dat mag niet wat je doet. Dat mag niet. Nu is het klaar. Nu is het klaar. Hier, daar gaan we. En of we hem over gaan rijden. Op het moment dat het hem te veel werd, toen mocht het ineens niet meer. Ik trap de deur wel even dicht. Oh, dat werkt niet. Wat deed jij daar, jongen? Ik trapte tegen je auto. Hé, joh. Hoe word ik geholpen hier? Piet is aan het slaapje. Dus hoe krijg ik die kogel uit de knie? Lekker sabbelen. Okay. De enige ambulance die ligt daar en die heb ik net neergeklapt. Oh, nee. Sorry. Oh. Oh, joh. Zo. Anders. Sla je even af met wat een lijpo. Die agent in deze stad, joh. Die is niet goed. Ja, ik sta nog steeds bij het HB. Jeet. Ja. En mijn Jurus is kapotgeschoten door de politie. Jeet. Jeet. Ja, ik was... Dat gaat alles fout hier. Sorry. Ja, ik stond... Moet ik helpen? Nog veel aan de hand. Sorry, niks aan de hand. wij komen... Jeet! We komen er nu aan, oké? Okay? Nou, daarmee. Ja. Zie ik je zo. Je bent echt een lul, hè, Jordi? Oh, mijn god. Ja, ik heb een mooi wapentje voor u. Je hebt een mooi wapentje? Die ga ik aan u geven. We gaan het even hier doen. Dan zullen we even wel kijken of u hem nu heeft. Top! Die hebben we. Nice. Wat moet ik over jou voor geven? Als je klaar bent, dan moet ik hem wat terug. Oké, prima. Dan is dit nooit gebeurd. Dan wens ik jullie succes. Yes, dankjewel. Ik heb trouwens nu... geld weet gedaan, ja, weet je hoeveel ik op mijn bank heb staan nu? Nou? 115.000 euro. Een nog grotere auto kopen. Nu kunnen we weer een upgrade doen. En laten wij even deze winkel overhoop halen. Hier. Als dat die poster kut gevonden. Hier. Weg met die krasloten. Brillen. Doen we niet aan. Oh, brillen. Waar kan ik geld stelen? Hier is kluis. Alles gaat kapot. Wacht. Oh, nee. Oh! Jij! Wow, jij hebt veel geluk! Jij hebt veel geluk! Hier, flikker op! What the fuck, Albert Heijn? Kijk die logo's! Kijk die logo's! Oh mijn god, alles hier is gestretched! Alles kapot! Hey! Uit elkaar! Uit elkaar! Het is klaar, de eerstvolgende die slaat weg! Oh! Jij gaat dood! Jij gaat dood! Jij bent klaar! Die toeter! Meneer, wat is er hier gebeurd? Die toeter! Meneer, wat Hans die doet? Oh mijn god, zijn hoofd viel, joh. Hans, dat is mijn manager. Hij is dood! Hans, dat is mijn manager. Oh mijn god! Oké, ik weet niet wat er gebeurt, dus kijk jij maar of je hem kan helpen. Ik ben Hans, in een blauw... Hans. Ik zit met twee Hanses in de auto. Oh! Nee. Dat weet ik niet. Op een berg. Hey, er is een auto die 400 kan, toch? De Divo. Ja, en de G-Snake. Die wil ik. Ik zie echt niks. Gaat hij hard? Heel hard. Ja? Ja, ik gaat echt heel hard. Gaat hij echt heel hard? Ja, ik zat net bijna op 200. Ik zie alleen niet... Oh! Zeg er het! Ik zag een half. Heel moeilijk kan ik alles zien. Oh mijn god, hij stuurt niet, hè? Oh mijn god! Wat gebeurt er? Wat gebeurt er dan? Doet hij het nou nog? Weet je, hulp is te plaatsen. Oh mijn god, ik zag alles half gebeuren, maar volgens mij zijn we helemaal dood. Ik zag het heel slecht gebeuren, maar... Hey, rijdt hij nog? Of... Kun jij maken, meneer? Nee, ik kan allemaal met 300 tegen boom. Laat even iemand ophalen bij de ANWB. Ik zit vast op de karretje. Stap eens uit. Nee, hij is weg. Hans! Hé, oh. Hey, die auto! Hans! Ben je klaar, Hans? Succes met 400, hè? Dank je. Oh! Hij gaat snel. Ga naar de snelweg, want niet. Hij gaat snel. Wat gaat hij snel? Oh, mijn god, wat was dat? Blankers! Nu in vol! Gast, we gaan naar hard! Oh, mijn god! Oh, mijn god! En of we hard gingen! En of daar gaan we! Oh mijn god! Ik wens jullie veel succes, jongens. Yes. Sorry. Ja, hij gaat weer veel sneller vooruit dan verwacht.
Hij gaat echt heel snel. Dit gaat echt, echt veel te snel. Het is illegaal hoe snel deze gaat. Het is echt illegaal. Hey, ik wil even iemand, iemand gijzelen. Oh. Is alles je goed? Ja, niks aan de hand. Ik had het over niet zo pijnseren. Wat trekt u daar nou uit uw hand? ik schil graag appeltjes. Meneer, wilt u even uw handen op mijn voertuig leggen? Waar loopt hij nou heen? Meneer, wilt u uw handen op mijn voertuig leggen? Wie? Ja, u. Oké. Okay. Hier, oh, meneer. Maar waarom loopt u van mij weg? En u moet me niet voor de gek houden. Ik weet niet wat u hebt gebruikt. Ik heb niks gebruikt. Ik ga u op het voertuig leggen. Nee, dank u wel. Meneer, gaat u even luisteren. Hoezo? U bent... Hallo. U heeft toch... Welke recht heeft u omdat ik dat moet doen? Ik heb iets gezien, misschien uw hand. Wilt u even uw hand op dat voertuig leggen? Nee, u heeft die rechten niet, meneer. Ik ken mijn mensenrechten. Ik weet het wel, meneer. Ik ken mijn mensenrechten. Ik heb mogelijk iets verdachts gezien. Ik ken mijn mensenrechten, meneer. Oké, is goed. Ik ga nu mijn handen leggen. Ik wil graag uw hand op dat voertuig hebben. Ja, gaan we doen. Stap in. Gaan we regelen. Wat is dit voor auto? Weet niet. Hij gaat achter ons aan, volgens mij, trouwens. Het is een elektrische auto. Waar wachten voor rood? Wij zijn goede burgers. Hey, wat is dit? Hoezo zijn er nou meer? Nou, kijk of je een goede keuze hebt gemaakt met door deze te kopen. Kijk hoe snel ze kwijt zijn. Oh mijn god, die auto die kan echt niet sturen, die elektrische van hem. Hij gaat je pitten, hè? Hij gaat je sowieso pitten. Ik durf te wedden dat hij hier gaat pitten. Hoe lang duurt het voordat je ze kwijt bent? Als ik serieus rijd ben, ik ze binnen nu 10 seconden kwijt. Doe dan. Ja? Weet je zeker? Oké, interessante keuze. Wat kut dit. Wat heel kut dit. Dat je ze ook echt kwijt bent. Echt heel kut. Ik zeg het toch. Oh, wat kut dit. Nee, laat mij ook eens een keertje rijden. Jij rijdt altijd. Weet je hoe dat komt? Nou? Want jij niet kan rijden. Jawel, ik kan rijden. Nee, jij kan je niet. Ja hoor. Slaan even. What the fuck. Maar als wij een achtervolging hebben, dan rij je ook altijd ergens tegenaan. Ik rij, ik weet niet. Wow! Ik zei het toch. Gast, daar kan ik. Daar kan ik niks. Jij rijdt altijd ergens tegenaan. Jullie mogen even stappen heen. Niks aan doen. Meneer, zag u hoe hard u de bocht omkwam? Meneer, het was groen. Meneer, jullie mogen de bocht. Wij hadden groen, meneer. Jullie mogen uit jullie auto stappen. Meneer, we hadden groen. Weet u wie hier fout zit? Oh mijn god. Je vlam tegen, waar is het? Oh mijn god. Tegen misschien 100 tegen mij. Je weet wie de fout zit terwijl, hier. Terwijl ik in een melding zit en ik had zwaaien. Oh ja? En zien wij dat jij in de melding zit? Nou, dat maakt mij nu niet uit. Jullie nee, mij ook niet! Stappen. Nee, meneer, kunt u nou even redelijk nadenken? Nee, meneer, u moet even redelijk nadenken. Fuck jou, vriend. Je bent niet logisch aan het denken. Midden in een melding, ja, wij zitten ook midden in een melding. En dan blijft hij hier niet bij ons staan als steek pannenkoekje hier. Want dan ga je door met je melding dan als je er probeert mee te flexen met je melding. Ben je klaar voor Hans? Hey, ze skinnet. Nee. We gaan hem eruit halen op een bijzondere plek. Nu ben je de lul, skinhead. Even op slot doen. Skinny. Heb je ook nog stem of ben je net zoals je haar verloren? Op een zeer geheime locatie gaan we het doen. Kijk, kale badbeukers. Stap maar even uit. Hoe kom jij in een scooter? Hoe kom jij in een scooter? Dat ding gaat hard volgens mij. Hier. Oh mijn god, hij gaat echt hard. Hij gaat hard? Hoezo gaat het meer dan 100 km per uur? Hey, kale bad, wat doe je? Kale bad. Hij scoopt het. Nee! Hier! Wat krijg je ervan, kale bad? Die scooter is goeie. Ja, die scooter is snel, man. Ik rijd er wel achteraan met de scooter. Ja, goed. Kijk wat, die gaat. Hoe hard gaan we? 200. Gaan we 200? En ik ga echt 250. Kijk hoe je stuurt, ouwe. Het ziet er echt niet uit, man, hoe je stuurt. Je maakt gewoon wheelies non-stop. Dat kan echt niet. Hier. Dat is meneer, wat? Onze scooter is gesneuveld. Dit is makkisch. Oh, nee. Ja, fietser. Kijk, jongens, jullie stappen uit en pakken hem. Ja, één iemand trapte van die fiets af en iemand pakt hem. Ja. Ja, waar zijn fietser. Pak hem. Pak hem. En nu is
En is de auto van ons. Ja. Dit is echt kut. We hebben letterlijk auto. Het leuke is, ze gaan weer terugkijken. Wie staat in een limo? Oh nee. Wie zijn jullie als ik vragen mag? Hallo. Hallo astronaut. Wij zijn Hans en Hans. Niet, maar wie zijn jullie? Hans en Hans. Wat dan? Hans. Zijn jullie van de groepering of niet? Ja, van Hans en Hans. Van Hans en Hans. Hans en Hans. Is dit een auto voor jullie? Nee. Waarom stel je die? Hebben wij hem gestolen dan? Heb je hem geleend? Nee. Gratis gekregen. Gratis gekregen? Ja, maar wat is er dan? Mag ik vragen hoe je als een sinaasappel lijkt? Een sinaasappel? Ananas! Heb je ooit een keer een gele sinaasappel gezien met een groen puntje erop? Ik ben aan het zoeken naar groeperingen die opdrachten willen uitvoeren. Zoals? Laten we zeggen bankovervallen. Nou, wij zijn wel in de markt. Heb je er ooit iets mee gekregen van de puppetmaster? De puppetmaster? Mm-hmm. Nee. Nou, hij zit hier ook in de stad. Willen jullie opdracht uitvoeren? Prima. Wat is jouw telefoonnummer? Je hoort zo meteen worden jullie gebeld door een andere persoon. Oké. Okay. En dan wordt jullie opdracht duidelijk gemaakt. Oké. Okay. Zodra jullie de opdracht slagen, mogen jullie de bijt van de opdracht houden. Oké. Okay. Slagen jullie de opdracht niet, dan ben je waarschijnlijk dood of dan heeft de politie al gepakt. Oké, prima. Duidelijk plan. Klinkt simpel. Spoedvergadering, Hans. We zijn door een of andere fucking... wat is het? Hoe heet dat spel altijd vroeger met die motortjes dat je van die neon lichtjes erachteraan kreeg? Neutron of zo? Ja, of, ik snap wat je bedoelt. Weet ik wat. Mm-hmm. Gekke gast, gekke robot. Maar ik vind het prima. Ik wil de hele tijd toch wel wat doen. We gaan als... oh ja, op het kruispunt. Hè, spoedvergadering natuurlijk. Hans en Wijk op het kruispunt. Wij gaan stelen, weet ik wat we gaan doen. We hebben maskers natuurlijk. Hij gaat ons bellen. En met een of iemand anders gaat ons bellen en die gaat ons een opdracht geven. Ja, krijgen we ook iets om ons mee... iets te doen. Ik heb geen idee. Ik hoop het. Ik heb naast een mes heb ik letterlijk niks. En ik ga geen bankoverval of geen dingen plegen zonder een gun. Dat klopt. Ik heb alleen deze. Maar dat komt goed. Kom, we gaan ons inderdaad verkleden voor zaken. Hans en Hans, de zakenwereld. Oké, we zien er crimineel uit, Hans. Je spreekt met Hans. Ja, hallo. Hey. Ik heb een opdracht voor je klaarstaan. Je hebt een opdracht voor ons klaarstaan. Precies. Ik zie je zomaar in een locatie via de app door. Oké. Okay. Jullie moeten een warentransport naar een andere locatie brengen. Naar een andere locatie brengen, oké. Okay. Maar hij staat gestolen en andere gangs zouden hem ook graag willen. Oké. Okay. Breng jij die veilig naar de locatie? Ja. Dan hou je de inhoud. Oké. Okay. Krijg je die niet naar de locatie, zul je of opgepakt worden of doodgeschoten worden. Oké. Okay. Klinkt dat als een duidelijk idee? Dat klinkt duidelijk. Dankjewel. Ik zie de locatie. Yes. Oké, we moeten een waardetransport, die moeten we oppikken en ergens anders naartoe brengen. Als het ons lukt, mogen we de inhoud houden. Als het ons niet lukt, worden we of doodgeschoten of we worden opgepakt. Oké, interessant. Oké, ik heb nu bericht, dus dat zal wel locaties zijn. GPS, ja, oké, er één. Let's go. Let's go, Hans. We moeten waardetransport pakken of zo. Geen idee. Ja, hoe gaan we dat doen zonder... Ja, ik weet niet. Misschien staat hij ergens. Het is gewoon stil. Maar hij zei ook dat andere criminelen hem wellicht wilden. En het enige wat wij hebben is natuurlijk een mesje. Ja, dat zijn niks hebben. Maar wie zijn die gasten? Ik heb echt geen flauw idee. Ze kwamen heel random. Ze kwamen uit het niets, maar het was dat hij met de limousine langs ons reed. Waarschijnlijk als je een R6 rijdt, die is best wel duur waarschijnlijk. Ja. Dus dan ben je een crimineel, denk ik. Ik denk het ook. Ik kan dat wel een beetje zien. Ik denk dat dat het idee is. Oké, we zijn dus ter plaatse. Ik ben heel benieuwd wat het is. Zou wel een busje zijn, gok ik, of zo? Ja. Oké, even goed checken hoor. Rij eens maar even langs. Oh, dit zijn die gasten. Oké. Hey. Jij had met mijn baas gesproken. Ja. De maand dat het plan redelijk duidelijk is. Ja, we moeten dit transport ergens heen brengen. Oké, open even de kaart. Ja? Daar heb je een hele mooie hangar staan. Ja, dat klopt. Daar moet dat ding in. In die hangar in het vliegveld? Absoluut. Oké. Terwijl je die geleverd hebt in de hangar, veilig en wel. Zonder schade? Ah, schade mag wel, als de buit er maar in blijft. Dus de buit moet intact blijven? Absoluut. Oké, prima. Als de buit erin blijft, krijg je het geld. Oké, valt te regelen. Is de buit niet erin en worden jullie gepakt, dan heb je een probleem. Oké. Hebben wij niet iets om onszelf mee te beschermen? Stel we worden... Tuurlijk. Staan hier ook echt een ananas en een bosbes. Die staan hier ook echt criminele zaken te doen. Ja. Dat is die jongen dan. Hij is onze bescherming. Mm-hmm. Hij zal met jullie mee gaan rijden. Oké, prima. Zo gaan, dan gaat hij jullie helpen. Prima. Oké, jongens, we moeten dus de waardetransport naar Sandy Shores brengen, naar het vliegveld en dan in de hangar zetten. De wagen mag best een beetje beschadigd zijn, maar de inhoud moet er nog in zitten. Stel, de inhoud zit er niet meer in, worden we opgepakt of neergeschoten. Ik vind het prima. Dit is Hans en Hans onze eerste echte zakelijke criminele activiteit die we gaan doen naast rondvliegen met de auto en kutten. We zien er wel nog steeds echt achterlijk uit, maar dat maakt niet uit. Hebben jullie een plan hoe jullie het willen aanpakken?
Nou, wij zien het als gewoon rijden richting locatie. Als er iets gebeurt, dan sterke auto. Ik heb al een route op, maat. Kunnen we vertrekken? Ja, absoluut. Let's go, Hans. Yes. Dan gaan we, jongens. Het waardetransport nummer 1. De eerste missie van Hans en Hans. Hans de tweede rijdt, oftewel Jordi die rijdt gewoon. En ik zit ernaast. Jordi is namelijk beter te rijden. Jullie mogen voorop. Jullie hebben een weg uitgestippeld. Yes, let's go. Zeker. Oké, Hans, dit kunnen we. Jij zei dat je weg had uitgestippeld. Tuurlijk. Ik weet al precies hoe ik me ga rijden. Kijk. Ja, ik verwacht wel hiccups, zeg maar. Ja, ik ook. Ik verwacht niet dat dit, zeg maar, ja, simpel gaat verlopen. Dat zien we dan wel. Ja, toch. Je hebt wel een navigatie gewoon staan? Ik kijk er niet naar, zeg maar. Nee, maar stel we gaan offroad, dan kan je het altijd nog blijven volgen, weet je. Oké, we hebben die guy achter ons, hij heeft ook een gunu. Dus stel het gaat fout en er gaan mensen op ons schieten, kan hij ons altijd nog beschermen. Klopt. Hij zal wel moeten, denk ik. Ja, hij gaat een beetje achterdoor, zeg maar, weet je. Ja. Ga niet echt midden door de stad. Echt letterlijk het randje van de stad pak je. Zo min mogelijk snelweg. Ja, ik snap je. Snelweg is natuurlijk gevaarlijk. Zeker met zo'n trage bak als dit. We hebben twee G-Wagons achter ons zitten trouwens. Ja, ik zag het. Nou jongens, voor nu loopt het nog allemaal best wel prima. Niks aan de hand. We hebben de twee G-Wagons achter ons. Dat zijn onze eigenlijk beveiligers voor deze klus. Ik denk dat wij trouwens dat die gewoon gasten zoals ons gaat. Omdat het best wel een taak is die gedaan moet worden door mensen die je kan vervangen. Snap wat ik bedoel? Ja. Dat hij daarom gewoon rende mensen van de straat lukt zoals wij en het vraagt of wij het kunnen doen. In plaats van zijn eigen mannen, weet je? Als het daarmee misgaat, dan... Ja, want als het met zijn eigen mannen misgaat, dan is het ja, best kut. En als het met ons misgaat, ligt niemand wakker van, weet je? Nee, precies. Maar ja, zo kom je wel omhoog. Dus wij moeten gewoon oppassen wat we doen. Ja, absoluut. Ik heb ook een nieuwe locatie gehad, maar ja, die zien we dan wel. Wat is dit? Ja, hij gaat er door dus. Nee, hij keert om. Hij is omgekeerd. Die auto achter ons. Maar dat is vast... Ja, ik weet het niet. Dat zou niet erg kunnen zijn. Dat is het, een Porsche of zo? Ja. Kan geen kwaad. Ja, weet je, we hebben ook geen communicatie met die gasten. Dus ik weet niet wat ze willen. Niks. Ik heb wel een nieuwe locatie gehad. Maar ik denk dat de locatie is waar we heen moeten in de afloop. Er zitten net thuis. In de binnenspiegel hier zie ik twee auto's achter de G-Wagon achter ons. Grammig. En... Eentje zet hem af. Dan kan je lakken. Pas op. Oeh, pas op. Oeh, ja, dat zijn veel auto's. Oh shit, kijk achter ons. Oké, doorrijden. Ja, dat is afgezet voor je, gast. Pas op. Oh. Oh mijn god. Pas op. Zo, wat de Christus paard is dit dan? Doorrijden. Ja, pas op. Kutzooi. Ja, die zijn voor ons. Kijk, het wordt afgezet. Hun kunnen dan niet verder. De G-Wagons worden afgezet. Gewoon snel doorrijden, kijken wat er achterin zit. Misschien kan het ons helpen. Dus het is een Urus die rijdt door. Ja, we zijn de G-Wagons kwijt. Onze gunnoes, zeg maar. Oprecht impressed, zeg maar. Ja, onze gunnoes zijn weg. Blokkeer het pad, blokkeer de deur of weet ik voor wat. Zet hem binnen. Kijk wat achterin zit. Even kijken wat er achterin zit. Kan je de deur openzetten? Kijk, okay, stop. Kijk, wat zit er in de kofferbak? Snel. Stop in, boy. Ja, wat zit er in die kofferbak? Ja, daar zit genoeg in, maar dankjewel. Vanaf hier wordt het afgehandeld door onze collega's. Wegwezen. We moeten nu rust zetten. Oh mijn god. Er zijn te veel mensen hier. Wie zijn het allemaal? Dat zijn allemaal groeperingen die dat geld willen hebben. Maar het geld is al veilig gesteld, ze mogen niet pakken. Ze kunnen het nu niet meer pakken dan, ofzo? Nee, het geld is veilig gesteld. Oh, my god. Maar komen ze dan niet nu nog steeds achter ons aan, of? Nee, want het geld is al veilig gesteld. Ik weet niet wat ze nou met jullie willen. Fucking veel auto's. Het waren er echt heel veel. Ja, klopt. Het waren drie groeperingen. Drie groeperingen, die wilden allemaal dat geld. Die willen allemaal dat geld hebben. Dus dat geld is achterin. Dat geld is nog veilig gesteld. Dat geld is veilig gesteld, oké. Okay? Ja, maar goed waar ik erin was. Wie ben jij? Geen genade. Geen genade, sowieso niet. Oké. Okay. Je bent wel serieus over je dingen, hè? Ik ben zeker van de zaak, laat het daarop houden. Nee, extra voorzichtig, kan ik ook wel zeggen. Oké, laten we dan even tot uit onze comfortzone gaan. Nee. Oeh. Maar Hans, we kunnen wel zwart doen. Nu herkennen ze ons niet meer. Nu herkennen ze ons niet meer, we zijn gewoon undercover, Hans. Kan je ergens afzetten, mogen jullie met de auto nog niet verder gaan? Ja, prima. Ja. Oké, de beloning wordt dus nog overgebeld, jongens. Hoe meer doen, hoe moeilijker het wordt. Ja, prima. Dat is logisch in principe. Ja, want je vertrouwt mensen meer. Ja, daarom. Maar we hebben deze auto nu gekregen. Ja. Na letterlijk één transportje hebben we gewoon een auto gekregen. Ja. Wauw, oké, prima. Prima, dit is onze nieuwe auto. Ik vind helemaal, ik ga akkoord. Maar, nou, het was best simpel nog. Die transport. Ja. We hebben een paar auto's die ons helemaal kapot wilden rijden. Zo, wat heftig, hè? En we moeten heel even onder de radar blijven natuurlijk nu we dit gedaan hebben. Ja. Maar weet jij hoe die groep nog heette? De pub?
Hoe heette die guy? Pupmaster of zo? Quiz of zo? Nee, iets met Pupmaster. Nee, iets met de master. Maar we gaan nu voor hem werken. Vind ik prima. Doen we een beetje, tenminste iets hier. Ja. Dat vind ik wel een goeie. Ik ben benieuwd wat onze beloning is. Ik wou het zeggen, naast de auto, want die hebben we ook gewoon gekregen. Vind ik ook een goede beloning. Oh, lekker hamburgertje. Meneer, ik ben een ping. Oh, hier, wat heb je op zak? Wat heb je op zak? Nu. Pingwin. Handen omhoog. Nu. Handen omhoog. Oké, ik ga even kijken wat je bij hebt. Voel jij hem even? Wat vind je? Nou, sowieso schoenen, kleding bezwaren. Okay. In zijn portemonnee zit €480. Nou, ja, pak maar af, zou ik zeggen. En leveren. En laat het een waarschuwing zijn, kut pingwing. Er kunnen maar twee echte ananas hier zijn. Hoe kan dat zeggen? En geen pingwing. Is dat begrepen? Er is geen ruimte voor de pingwing hier. Is dat duidelijk? Ik bloed trouwens echt heftig, maar... Fijne dag. Hier. Wat? Hoe dan? Wat is dit? Hoezo ben ik dood? Ja, hoezo kan dat? Gast. Hoe kan ik nou weer dood zijn? Ik word ook nog eens gebeld. Hoe ben ik nou ineens dood? Wat heb ik gedaan? Oké, we zijn aan het wachten. Ik krijg mijn beloning. Ik wacht ook even op Jordi die zijn auto ophalen. Want wij worden hier eigenlijk opgehaald. Dus ik weet niet of dat heel erg nodig is. Maar dat maakt niet uit. Ik was in één keer verder in hem neergevallen. Ik geen nee bloeden of zo. We hebben die pingwin hebben overvallen. €480. Wat kleding en weet ik wat allemaal. Hebben we allemaal van hem gescoopt. Nou, daar zal je ze hebben. Daar zal je ze hebben. En daar heb je ons andere Hans. Hey. Goed werk geleverd. Top. Dat was in principe prima te doen. Ja, vond je wel nog? Ja. Nee, dat gaat ook wel wat lastig worden. De volgende. Mooi. Je ontvangt €100.000. Holy crap. Oké. €100.000, alsof het niks is. Dat verdien je niet zomaar inderdaad. Dit is prima verdiend, zou ik zeggen. Wat vond je ervan? Ja, was te doen. Even schrikken dat er zoveel aankwamen, maar grote bus. Ja. Dus Besef dat dit nog pas het begin was voor jullie. Mm-hmm. Ik wens jullie nog een hele fijne tijd verder. Mm-hmm. Hoop jullie het goed volhouden met elkaar. Ja. We spreken weer later voor een volgende opdracht. Yes, nou door contact zou ik zeggen. Dit is prima verdiend. Gewoon eventjes allebei 100.000. Heb je ook 100.000 gekregen? Ja. Laat het even op de bank zetten gelijk. Zo, dit is makkelijk verdiend zou ik zeggen. De volgende denken we waarschijnlijk weer dat gaat prima zijn. Maar dat zou waarschijnlijk even een kuttere opdracht zijn. Ja. Maar zo lokken zie je wel, hè? Ja, klopt. Jeet! Gast. Jeet! En zo hoort het... Oh! Hans! Dit heb ik geleerd bij mijn opleiding. Hans! En zo eindigt het met de Hans-avonturen van Hans en Hans. Hans Ander. Ja. Zo! Oké, first name. Hans. Ik ben die skinhead naast je. Oh, ben je ook baas? Ja, dat ben ik. En die kop die ik heb. Ik vind het jammer dat ze hier waarschijnlijk niet de dingers hebben. De ananas. Dit is een soort van ananas. Welke is dat? Kijk maar, kijk wat ik heb. Ja, ik denk of 61 of 53. Ik ga absoluut voor groen. Ja, dit is perfect. Hans en Hans, de return. Ik herken hem, dit is gewoon echt mijn Hans. We zijn alleen Hans met drip geworden. Hans en Hans op het oorlogspad. Hans en Hans zijn terug. We zijn wedergekeerd. Ja, gaan we hem bevestigen? Ja, ik heb hem bevestigd. Hoppateus! Hoppatee! Contant. Je hebt ook gewoon 1,5 miljoen. Ik heb op de bank 1 miljoen staan en contant 500.000. Ja, ik ook. Het is toch niet makkelijk of het won, hè? Nee, ik heb geen idee, meneer. Oh ja, hé, we hebben die makkers. Kan je een wapen geven? Dan vraag jij mij. Denk je dat ik een wapen heb? Nou, dank u wel, mijn Edward. Help Hans. Makkers, ik heb auto. Oh mijn god, alles is kut. Alles is kut. Hier kunnen we een gun kopen. Kom, we scoopen zijn range. Ben jij die witte of die grijze hier? Nee, ik ben die grijze, een soort van. Ben jij dit? Nee. Ik weet niet wie. Ik weet niet wie ik hier dan aan het beuken ben, maar dat vond ik wel leuk. Zijn auto doet het niet meer. Hier, kom, stap in. Deze ziet er mooi uit. Gaan we deze kopen? What the fuck, die lichten? Stap in. Wat heb jij voor auto, jongen? Wat is dit voor? Ja. Ik glow erop. What the hell? Hoor dat geluid ook. Hey, winkeloverval. Hier links zit iemand. Zag je hem? Die gaan we even aanrijden. Ik ben wel bezig. Wat kut, echt. Ah, ren naar binnen. We gaan wachten tot hij naar buiten komt. En dan pakken we hem volop. Ik zie hem, target. Ja, daar heb je hem. Tonk! Is hij dood? Nou, hij is nog steeds niet dood. Pop.
Oh, ik heb hem geraakt. Volgens mij heb ik hem. Je rijdt nu over niks heen. Hé, hey, ja, die gaan we... Oh, je had je bijna. Je had hem bijna. Hier. Ja. fietser, omdraai, fietser. Oh, fietser, recht voor. Ja, die gaan we pakken. Ja. Hier. Bijna. Wat is dit? Rot, joh. Zo! Kijk, golfkarretje. Oh, hij is stuk, hij is stuk. Kut. Dit is waarschijnlijk Saf. Oh, gelijk. Oh, bukken, bukken. Oh, dat ging net zo goed. Pak die ervoor, dan schieten we die gewoon kapot. En nu schieten. Zo! Hij heeft een sniper. Ik ben dood. Ik kan niks meer voor je doen. Je hebt hem. Ook. Je hebt hem, ik zag het. Hoppatee, jongens! Hoppatee, jongens! Oh, mijn god, u. Oh. Ik ben doodgeschoten. Wat is dit links dan hier? Oh, ik zie weer niks. Zo! Gast! Alles onder controle. Gast, het legt ook helemaal kapot. Zo, hij kan nog rijden hoor. Geen stress. Ik heb een locatie doorgekregen. Ga daarheen. Sandy Airfield. Sandy Airfield, prima. Ik hoor dat daar een befaamde Belg is. Oh nee. Nee. Yeah. Ik zie iemand met de bounty. Hoppatee! Dit is goede roleplay. Kijk ze, links, links. Tweede hebben die handel. Homo's! Het is nou, die gaat ons snijpen. Ja, ik wist het. Door Piet ook echt, hè? Ik ben door Piet gepakt. Lul. We rijden ook echt rondjes, omdat ik dood ben. Ah, weet je hoe lang het duurt voordat ik hier weer ben? Ja. Makker van pakken van mijn grote vriend. Makker. Wordt gememd, help. Makker van mijn grote vriend. Oh, Joldi, Joldi. Joldi? Hey. Au. Verdomme. Au. Ik weet niet, wat doet hij nou? Achterlijk cadeau je been. Ja. Meneer, hoe is even mijn auto gestolen? Meneer, stap eens even uit. Ja. Wat doet hij nou? Dat kan zomaar niet, hè? Stap eens even uit, meneer. Sorry, dit kan zomaar niet. Dit kan zomaar niet. Dat is een vrijwillige uitstap. Yes, dank u wel, meneer. Het vindt volwassen opgelost van u. Waarom zien jullie eruit als een ananas? Ja, dit zijn we. Meneer! Volwassen opgelost, meneer. En Roy Harper, wakker senior die ze hier. Kijk, hij spamt het ook gewoon. Zo! Dat vind ik gemeen. Die komt wel even binnen, ook al zeg ik het zelf. 599. Dat ben jij, hè? Dat ben jij! Ik kan het zeggen, dan gaan we hier weg ook. Nou, nu gaan we gewoon op een hoekje staan. Gaan we ergens kijken of er mensen aankomen. Dan kunnen we daar kijken of er mensen aankomen. De eerste klant is aangekomen. Nee. Nee. We poppen ze volop. Pak ze, pak ze! Pak ze! Oké, wie zijn dat? Het zijn gewoon random mensen. Veel. Gewoon random mensen. Ah, gaat eens achteruit. Dat vind ik jammer. Ja! En of we die even ge-VDM'd hebben. Neem aan dat hij nu wel dood is. Hoe is hij niet dood? Hoe is hij? Ik wou het zeggen. Gast. Ah, hun car is gewiped. Hun car is gewiped. Rij, ja, nee, weg. We hebben echt een zwatterum of zoiets. Weet ik wel. Dit was de tactiek. Oh, dat was geen tactiek. Ja, toch. Goeie tactiek, Dave. Kom, kom, kom. Ik kan niet bukken en dat die gun hebben ofzo. Ah, kut. Ik ben dood. Solo homo's. Hallo. Die homo's. Wat mooi. Malmut en Jerry. Bakkes van plakkers. Ja, ja. Laat me alsjeblieft met rust. Nee, zeker niet. Hey, trouwens. Ik zei, laat me met rust. Hij zei, ja, nee, zeker niet. Ja, ga die gast achter ons gaan we even. Die is dood. Dat is een Bentley, of niet? Wat ziek. Dit is een hele mooie auto. Zo, hij gaat ook hard volgens mij. Oh. Ja, ja. Die is ge-VDM'd. Hij lijkt een beetje op de Audi. Een beetje op de R8. Ja, een beetje erg. Ja. Van de zijkant dan, van de voorkant niet. Oh, zo. Hopping on them. Je blijft ook maar rollen. Maar je onderkant, man. Nee, toch. Ik kan niet. Zullen we gewoon over de straat lopen, kijken hoe lang het duurt voordat we ge-VDM'd worden? Hier. Ah, ik ben door een agent ge-VDM'd! Ik ben echt heel hard door een agent gewoon aangereden. Niet alleen door een agent. Ah, skip die Bentley, die is klaar. Oké, welke auto's gaan we stelen? Die blauwe. Jij krijgt wel. Ah, meneer, wat doet hij nou? Max. Waarom herkennen ze me gelijk altijd? Uitstappen. Waarom? Stap zelf lekker uit. Hier, ga je maar uitstappen. Ik ben dood. Je moet even naar het begin komen. Ja, ik ga wel naar het begin. Door wat ben jij gebeukt? Meneer, niet doen, ik geef over. Ik ben dood. Door wat ben jij gebeukt? Ja, door een auto. Echt heel hard. Ik ging weg, zeg maar. Het was echt instant. Toenk. Bij de spans zijn allemaal gratis Ferraris. Ik heb een gratis Ferrari gescoopt. Ik zie het. Je kan er wat is dit voor lelijke Ferrari? Ja, hij is heel lelijk. Holy shit. Hey, makkers.
Ja! Hé, hey, Bugatti. Deze drift zeg maar nou al. Ga naar de repair. Hij dan. Oh mijn god. Ik rij nu al 300. Wow. Zo, daar ging een motor erin. Maar alleen de motor, de agent was gewoon weg. Zo! Sorry bro, oh. Ja, maakt niet uit, het ging per ongeluk. Rij naar Benny's. Laten we daar verwachten op de belly. Ik heb gewoon gezegd Benny's als we hem hier even repareren. Pommels. Hey! Hey! Jongen, ik denk ik kom wat voor skinhead komt er nou weer aan. Zo, jij bent even snijpen? Ja, jongen. Zo, hoe kom je daaraan? Hey, waar kan je zieke shit kopen? Ik heb 10 miljoen. Geef me je wapen of je gaat dood. Nee, niet doen. Waar kan je halen? Moet je kopen van mensen, hoor. Hey, ik ga kijken, Roeveen nabootsen. Dan ben jij Piet. Ja, die was leuk. En dat is Hans. Fuck aan Neef. Hey. 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 Goeie roleplayers. Meer jullie wat geld dan? Ja. Ja, geef me geld dan. Ja, is goed, kom. Hey, thanks voor de 5 miljoen. Ga meer sniper dan, mees. Nee. Geef me je sniper of je bent dood. Hey, wie heeft een... Oh, dit vind ik goed, joh. Dit vind ik leuk. Wie heeft die gekregen? Ja, laat aan. Oh, lekker, mees. Ik hoor die auto ook gewoon niet. Nee, ik hoor die ook niet. Dankjewel, Mees. Mees is dood. Hij ging per ongeluk dood. Ik vermaak me hier echt enorm. Nou, gaan we weer op pad. Gaan we iets doen. Ah, kut. Hé, hey, wie doet dat? Oh. Hé, hey, daar ging die. Oh. We hebben hem! Hey! Hey! Dankjewel, de gun, Mees! Hey! Wat kut. Hey, dat doen we niet aan. Sorry, meneer. Nu mag je wel doen. Het ging per ongeluk. Ik hoor die auto gewoon niet. Nee, deze auto is gewoon stil. Ja. Wat cursed dit? Dit is echt heel cursed. Ik ben al dood. Ja, ik ben ook dood. Meneer. Ja, wat is er? Heb je geld? Ja. Ja? Mag ik van jou ook geld? Hoeveel wil je? 20 miljoen. Hoeveel ga jij mij geven? 1. Dan welke wapen voor jij mag. Oké, prima. Als ik 20 miljoen krijg. Welke wapen geef je voor 20 miljoen? Deze. Ik heb deze voor je. Dat is mijn favoriete wapen. Nice, nice. Ananas. Kun je iemand slaan? Zo, ik gaf mijn middelvinger en toen was hij ineens boos. Oh, vrij vertegenwoordig, jongen. Fake taxi, staat het nou op de zijkant? Ja. Wat goed. Die gaan we even pakken. Hij is dood. We pakken ze absoluut de fake taxi. Sorry meneer, ging per ongeluk. Maar ik vind uw auto wel mooi. Oh, ik had hem! Nee, niet. Ja, ik had hem! Hé, hey, meneer! Oh! Ik ben dood. Echt, wat kut. Ik vind het mooi geweest. Wat de poepzooi zegt, ja. De server. Oprecht wat de poepzooi. Weet je wat hij het zegt? Nou? Dan komt iemand er wel in toe en zegt... Ben je Jordi van Marcus? Ik zeg, misschien. Ja. Hij zegt, je mag mijn auto hebben. Nee, ik heb ook een auto gescoopt. Ik heb een Corvette. Hij zegt, neem mijn auto. Ik zeg, ook een... Neem hem. Chantal Jansen zit nu in de gevangenis. Chantal Jansen zit hier. Vrienden meneer van Chantal Jansen. Kom even snel even ergens anders in. Ja. We gaan even boetsen rijden met iemand anders auto. Met de Corvette. Volgens mij wel. Zo. Dit is Lij? Oh, dit is hem. Oké. Okay, misschien een horloge. Ik hem. Zeker, ja. Je hebt niet genoeg geld. En dan reset hij hem. Oh mijn god. Oh mijn god, nee. Bosbus Kruidnoot? Heet ik zo? Of heet jij zo? Is dat je Steamnaam? Jij heet Ling Lang Tong Jaap. Ling Lang Tong Jaap. Ja, maar geef me dan even geld. Ik heb 2 euro contant. Hoe doe ik dat? Je moet een mount invullen. Ling Lang Long Jong Jaap. Ja, zo. Ling Lang Tong Jaap. Hoe heet ik dan? Bosbus Kruidnoot. Bosbus Kruidnoot. Hij was bijna mooi. Oh mijn god, de auto is ook gewoon stuk. Nee. Hij is ook gewoon instant stuk. Nee, die kunnen we alles weer opnieuw gaan doen. Fucking Ling Long Tong Jaap. Wat kut. Oh, dan moeten we alles inderdaad opnieuw doen. Dit is zo lang, jongen. Ja, Hans noem ik hem ook gewoon. We zijn bijna terug, Hans. Ik heb nog een porto op mijn schouder. Kan ik altijd bij je praten wanneer nodig. Door het lopen. Ah, jij hebt die auto stuk gereden. Ze hebben mijn ananas van mijn hoofd afgeslagen. Mijn bovenkantje. Ik ben nu een platte ananas. Ik ben een stift. Dan ben ik een stift. Nee, hier is de kapper. Oh, is de kapper. Oh, chill. Volgens mij hebben ze hier hetzelfde in Zorveen. Geen zo'n kokosnoot, man. Dan hebben we een nieuwe Hans kapsel. Hans en Hans met de Hanekam. Of Elvis Presley, ja. Kijk eens. Hans en Hans met de Hanekam. Kijk, dit kan wel wel. Hij is ook echt clean, komt hij er doorheen. Zo, ben jij weer te lelijk. Ik ben lelijk, hè.
Hans en Hans krijgen een update. Kijk hoe ik eruit zie. Kijk hoe ik eruit zie. Dat is echt heel leuk. Gast, jij ziet er ook echt... Jij ziet er echt uit als een of andere kut superheld met dat ding op. Echt superheld die niemand wil hebben, weet je. We hebben ook gewoon geen voertuig waarmee we kunnen vervoeren of kunnen verplaatsen. Kunnen we een taxi niet bellen? Niemand wil ons ophalen, Hans. Als het Hans en Hans naam hadden, dan zat iedereen hier. En nu hebben we fucking Ling Tong Ping Jaap en weet ik van hoe ik heet. Ik heb een auto. Zo. Ik heb... Kijk dit dan. Kijk, ik heb haast. Ik heb haast. Ren Hans. Nee! Ik ben sneller. Auw! Dat zit er wel in. Ja, kijk, als ik doe het één keer. Hé, we lopen synchroon. Kijk, achter je. Oh ja, inderdaad. Oh, BBP. Nee. Oh, die auto daar. Kijk, die auto. Denk jij dat die kapot is? Nee, ik heb vertrouwen in de mensheid. Ik heb vertrouwen in zeker dat die kapot is. Nee, deze doet het nog. Hij doet het niet meer. Kijk dan. Nee, wat is dit? Ah, er zit ook van die anime karakter zo. Succes! Ga even vragen aan onze nymfo's hoe je een overvalletje doet. Fuck aan even. Ai, nee. Hallo. Jordi Blanco. Jordi Blanco, hallo. Hey, jongens, jullie zien eruit als criminelen. Jullie weten vast wel hoe en wat. Ja. En hoe zit het? En hoe zit het dan? Nou, je zegt wel heel leuk, ja, maar... Je kan gewoon guns halen bij mensen in Twitter. Ja. Maar die guns, die zijn wel duur. Gewoon bij in Twitter. Maar je kan ook map importeren, maar dan moet je eerst een camper kopen voor 70k. Je kan ook wat? Een campertje. Dan kan je map maken. Maar we willen geen map maken. Wij willen winkeltjes pakken of zo. Of een bank of zo, weet ik veel. Ja, dan moet je eerst wapens halen. En weet jullie bij wie wat dat kunnen doen? En hoe duur is dat? Twitter vragen, maar dat kost wel geld, hè. Hoeveel? Gewoon een honkbalknuppel of zo. Honkbalknuppel, ik zou zeggen 20k, 30k. 20.000 voor een honkbalknuppel? Ik kan niet zo goed een stok pakken op straat waar nog harder mee kan slaan. Ja, een 20.000 euro voor een honkbalknuppel. Een walnut. Hallo. Hallo. Dankjewel jongens voor de tips. We gaan er iets mee doen. Ik ga 20.000 euro voor een honkbalknuppel betalen. Walnut. Nee, ene guy. Misschien kunnen we er eentje krijgen van iemand die ons kent. Hey, dit ziet er... Ah, dit is ook... Alles overal staat kapotte auto's. Zoals een kapotte politieauto. Misschien even testen of sirene. Nee. Ja, sirenes aandoen en dan wegrennen. We zien er ook echt uit als twee idioten gewoon in die auto. Dat kan echt niet, hè. Hans en Hans. Hans en Hans. Hans en Hans. Hij blijft er gewoon af. Hij blijft het proberen. Ik kan nog steeds rennen. Nog steeds gewoon. Zullen we even op hem wachten? Ik heb wel wat, man. Hey, dus, ja. Die zit 30.000 hier, hè? Dat is wat duurder dan bij jullie. Kom maar, ik het. Ja, maar kom maar, geef maar. Van jou krijg ik praten, hoor ik al. Hey, heb je wat anders gehoord van mij, jongen? Oh. Jullie zijn, als je er nieuw bent, je moet hier 6 uur zijn geweest zodat jij mensen kan slaan en geslagen kan worden. Of 4 uur. Dan mee je. Ja. 4 uur! Dus wat moeten we de eerste 4 uur gaan doen? Dan gaan we VDM. Ja! Ja. Dan gaan we naar VDM. Ja. Dan gaan we naar RDM, dan wordt het VDM. Gaan we winkeloverval doen door de auto naar binnen te rijden. Of we gaan met hun een winkeloverval doen. Zijn jullie mee met winkeloverval? Nee, niks gebeurd. Het kan een keertje per ongeluk gaan, maar... Dit ging per ongeluk. Nee, ze gaan we even overvallen. Nu de winkel uit, meneer! Het is je laatste waarschuwing! Hij blijft hier. Oh, sorry, je blijft. Ik heb gelogen. Goeiedag, Hans. Wil je wat kopen? Ja, ik wil graag een repair kit. Een repair kit? Die heb ik hier. Yes, ik heb hier een repair kit voor jou. Zij doen de winkel overval. Ik weet niet wat hier gaande is, maar let er maar niet op. Dankjewel, meneer, voor de auto. Oké, we zijn in ieder geval van auto geüpgrade. Gaan we nog een andere winkel doen? Ja, andere winkel. Hou jij ook van de Aldi? Hoezo? Ik dacht al die z'n hier komt. Hey, Jan Klomp. Jan. Meneer, handen even omhoog. Dan steek bij mijn hanenkam, steek ik je lek. Doe hem op. Dus nu ga je op je knieën. Het is klaar met jou. Het was geen vraag, joh. Je eindelijk tegengekomen. Na al die jaren. Meneer, wat wilt u kopen? Zeg het eens. Nou, 10 hamburgers graag. 10 hamburgers, die ga ik even voor je halen. Ze liggen in mijn auto, dus ik ga even wegrijden. Hey. Auw, meneer! Kom op, Hans, ja, we gaan. We zijn weer terug, naar onze oude auto. Jongen, die auto is krom. Nee joh, deze doet het nog goed. Maar, jongen, hij rookt, jongen. Nee joh, geen zorgen. Ja, dit gaat hij niet halen. Zeker niet met deze bestuurder. Jawel, komt goed. Nee. Hoezo ben jij eruit? Ik heb me gehoord, joh. Weet je wat jongens, ik ga ook geen overval met jullie doen, jullie betekenen het, maar dit wordt het toch niet. Oh, mag we wel je auto lenen? Dank wel meneer. Als je probeert te jatten, slaak je doen. Oh, heb je die repair kit voor ons?
Dankjewel, mannen. Verlaat ze ook gewoon gelijk. We gaan ook daar kan je winkeloverval doen, hè? Hey, in Middelpark, weten jullie waar het zit? Hier rechtdoor. Wat is daar? Rechtdoor. Ja, dat is een winkel die kun je overvallen. Oh, oké. Okay. Gaan we zo rechtdoor. Gaan eerst even tanken. Ja, dat is ook rechtdoor. Waarom gaat dat zo goed als ik, nee? Er is hier alleen niemand. Wie zijn de overvallers dan, als je vragen? Hé, hey, hij is gestart. Hey, zijn de winkeloverval doen, jongens? Alles moet kapot. Ah, maar ik ben de enige met wapen. Dan gaan ze binnenvallen, apen. Ik heb een verrekijker, daar kan ik ook wel mee. Hans, het hele korps staat al buiten. Oh mijn god, ik zie het. 5071 euro, jongen. Lekker, jongens. Gasten staan ook echt 1, 2, 3, 4, 5 auto's en motoren. Ze wij ook gewoon op de grond gaan als hoogste chance. Kijk maar over Hans. Ik word gegijzeld. Hans, we worden gegijzeld. Help. Dat zou ik ook zeggen als ze niet komen. Help. Hans, het hebben we goed opgelost op deze manier. Ik sla me even in mijn gezicht en dan heb ik een beetje bloed en blauwe plekken. Zo lijkt het echt. Ik smeer wat ketchup op mijn gezicht. Er zijn zoveel auto's en motoren. Ja, hey, holy shit. Dat zien. Sander, blijf eens binnen met je hallo. Hey. Help, meneer, help. Dat is volgens mij mevrouw. Wat is er aan de hand? Dat is wel meneer. We willen vrij doorgaan, dat is het. We hebben auto's die trekken nog geen frikadel door de mayo. Dus we willen gewoon vrij doorgaan. Ja, geen frikadel door de mayo. Niet dat er moeilijk gedaan wordt, ja? Mevrouw, ik vind wel dat u best wel mannelijke stem heeft. Meneer, ik vind dat jij gewoon even je bek moet houden. Gaan zo. We zo agressief doen? Je hoort het. Wil je hier nog vrij uitkomen, dan zou ik maar eventjes je bek houden. Ik ben de god van mijn hostjes, man! Dat was de tweede eigenaar hier. Ja, jongen. Ik ga zijn wond onder de oorzaak onderzoeken. Hans heeft niks fout gedaan, jongens. Ik kan niet meer. Hans, je hebt niks fout gedaan. Hans. Hans. Nee, ze kan Hans niet eindigen. Hij wordt uiteindelijk door de admin wordt hij gewoon gekild en gesleed. Ja, ik denk wel dat ze achter mij okay, gaan. Oké, alle dingen die verlaten nu het veld. Alle agenten, ja, ze gaan weg, zodat wij verder kunnen. We hebben natuurlijk vrije doorgang, dus ze gaan het allen weg. Ja, maar wij zijn gijzelaars, Hans. Ja, wij kunnen hier nog goed vanaf komen. Jullie worden hier goed vanaf, als je niks bij je hebt. Dan, maar we willen wel het geld naar aflopen, hè? Politie, groen licht. Nou, let's go! Succes, jongens! Jij moet achteraan rennen, jongen. Jij bent geen geloofwaardige dinges meer. Jij hield mij naar binnen. Oh! Er wordt op ze geschoten van alle kanten! Wow, Noordlicht! Zo de hemel kapot geschoten. Blijf zitten. Wij zijn vastgebonden. Oh mijn god, hoe leeft hij? Hoe heb jij alles ont... Mijn hoer had genaaid. Dit is kut. We zijn gered, Hans. Mooi werk, jongens. Eindelijk te pakken. Lekker voor jullie. Hadden jullie mijn andere gijzelaars moeten pakken, hè? Ja, als je dat wil, ik wil voor je Yes, dank u wel, meneer. Wat is met deze gebeurd? Oh, ja, weet ik niet. Er werd van alles geschoten en het raam is kapot. Ik weet niet wat er gebeurd is. Dat klopt, want één wou weer terug naar binnen gaan. Dus ja, dat, nee, dat, is, nou, dat zag ik. Nee, ik ga even naar buiten, hoor. Kijk, daar gaat hij. Daar gaat hij. Terecht. Wat is met deze? Hey, kun je even met me meelopen? Ja, ik ben wel getraumatiseerd, hoor. Kan ik uw ID-kaart? Ja, tuurlijk. Meneer Bosbes. Yes. Hey, wat is hier net gebeurd? We hebben weer melding van de winkel. Nou, wij gingen hierheen met de auto om te tanken. En toen dacht ik ren naar binnen om even wat lekkers te halen en zo. En in één keer komt er, weet ik veel, mensen naar binnen toe rennen. En wij moeten op ons knieën en handen op ons hoofd en zo, weet ik veel wat. En toen kwamen er agenten aan, toen viel hij ineens dood neer, die Bosbes hier. Maar dat kwam volgens mij door jullie man-vrouw agent. That's it. Toen kwamen jullie en hebben echt 100 kogels gelost. Sinds wanneer dagen ambulanciers Rockies? Ja, ik ben psycholoog. Oh, hier. Oh! Nou, die psycholoog is het ook zat. Dankjewel, psycholoog, voor de hulp. Nou, dit is net zoals elke andere vrouw. Ik snap al wat voor tactiek dit is. Die rijden ook voor me weg. Dus, Stijf voor de jullie op of iets anders. Jullie zien personen weer, kunnen altijd even een melding maken bij ons. Yes, kunnen we de auto hier pakken? Die staat hiervoor. Dat we niet in één keer aanstaande worden gehouden. Dat is stom is, ik heb het losgeld. Ik heb letterlijk al het losgeld. Let's go, Hans. Dankjewel, heren. Leuk is, ik heb gewoon een soort geld. We hebben dat geld. Ja, wij hebben het geld. En zij is er letterlijk aangehouden, maar ik ging zo'n stuk hoe die getaserd is, dat... Ah. Hoe die met aas getaserd, jongen. Maar wij hebben het zwart geld, hè. Wat kut. Ja. Echt ontzettend kut dat we hier alweer zijn weggekomen. Dat kan echt niet, hoor, hoe wij hier zijn weggekomen met die overval. Nee, zijn ze degene die echt de moeite hebben gedaan? Zijn aangehouden, staande gehouden, nog net niet dood. En wij gijzeld, geholpen, nog net niet de vrouw op ons schoot geworpen. En, en het geld, weet je? Ik weet, welke ambulance heeft hij nou met een Rocky? Ja, dat sloeg ook helemaal nergens op. Hey, dit vond ik wel een goede Hans en Hans. Ja. Ik werd alleen een heel beetje boos in mijn hoofd. Gewoon slash kill, wat de ben je dan, jongen? Waarom doet hij dat? Je bent toch gewoon roleplay dat je tegen iemand boos doet? Ik ben echt een kleuter, ouwe. Waarom zou je dan iemand slash killen?
Mogen wij dat ook eens proberen? Ja, mijn auto. Nee, met jouw auto. Met jou proberen. Oh, godverdomme, ik herken jouw stem. Hoezo? Nee, ja, één keertje proberen. Ja, één keertje. Nee, Max. Eén keertje. Ja, één keertje proberen. Jee, omdat je hier bent. Nee, oké, okay, prima. Hoppa, nou, ik yes. Nou, en hoe kan ik in de kerk? Ik heb nieuwe focus drink. Ja. Kijk, skinhead. Dat is flats. Gaan we met elkaar klappen. Ja, we klappen hem. Kale bad. Hallo. Ik heb een rolstoel. Wat doe je? Jij hebt helemaal geen rolstoel. Oh! Ja. Zie je? Kijk hoe ik loop. Ik zit vast. Nou, dat loopt voor nu zo. Je bent gedoemd om zo te lopen. Je loopt voor de rest van je leven zo. Kijk hoe ik loop. We hebben 5000 euro zwart geld. Hey, wat is dit? Inbreken? Oh mijn god. Oh. We moeten een lockpick halen, dan kunnen we inbreken. Kijken. Ja, ik ben aan mijn Nee, ik heb ambu nodig. Oh, ambu. Ja. Dat ben ik ook. Jij bent wel veel dingen. Willen jullie mijn auto lenen of niet? Ja, hoor. Ja, prima. Geen probleem, hè. Dankjewel, meneer. Deze is gestolen, hè? Dat kan niet anders. Ja, deze is sowieso gestolen. Nee, deze is niet gestolen. Kijk. Oh. Jawel, hij is gestolen. Oké, waar kunnen we lockpicks kopen? Moet even vragen aan iemand. Bij de winkel. Gewoon bij winkelstandaard? Winkel. Ja. En anders moeten we naar een bouwmarkt of zo. Oeh, dat was close. Kunnen we ze hier kopen? Nee. Eierbal en een gehaktbal. Eierbal, ja, godverdomme. Besef, blijf hier staan. We zijn maar gewoon zo aankomen. Hé, meneer, mag ik een koude gehaktbal alsjeblieft? Koude gehaktbal? Oh, omdat ze hier gewoon verkocht worden zo. Ja. Ah, inderdaad, godverdomme. Een flatsie hem zo op je handen. Jongen. Hier, kijk eens bij deze winkel verkopen. Als je even kijkt. Ook zo'n assistentenbom, stroopwafel, portofoon. Nee. Hatse flats. En die is nog beter ook. Ik volg jou. Okay, we hebben twee auto's. We hebben nu een Corvette en een Jeep. Zo. Zo. Anders rij je even alles aan. Anders rij je even een lantaarnpaal. Okay, we gaan even vragen waar we paperclips kunnen kopen. Lockpicks. Waar kun je die halen? Ja, volg mij maar. Hier vertrouw ik niks van. Oké, we moeten hem volgen. Oké, waar zijn we? Hier konden we ze net niet halen, meneer. Ik heb het gisteren nog gehaald hier. Ik zal even dubbel checken. Nope. Hij heeft tegen ons gelogen, Hans. Nee. Hij komt even voorbij gescheurd. Oh, dit gaat ook gewoon echt veel start. Hans! Het kan niet. Het kan echt niet. Gast, mijn auto is stuk. Ja, ik ging volgen. Ik ging veel start. Ik kon niet meer remmen. Ik vlog over je heen. Gast, we gingen echt veel start. We gingen echt veel start. Mijn auto is gewoon nog scherp. Oh. Tip top. Ik ging ook echt veel start. Ik kon gewoon niet meer remmen. Ik zag je vliegen. En ik vloog echt gewoon dwars over je heen. Ik kon gewoon niet meer remmen. Oh, ik ging helemaal stuk dat ik je zag vliegen. ik kon ook niet meer remmen. En ik denk, ik zag jou gaan. Dat was voor mij zeg maar het teken om op de noodrem te stappen. Dat ik jou zag vliegen. Oh, maar volgens... Ja, ik vloog gewoon echt twee keer zo hard achteraan. Nou, tot zover de Corvette. Ja. Kookstelwater. Nee, wederom kan je hier geen lockpick kopen. Kookstel, repair kit, zaklamp, gehaktbal. Frikandel broodje. Nee, maar wel weer een koude gehaktbal. Waarom zou ik zoiets verkopen? Ja, maar oprecht gewoon, alsof je gewoon... Hier is een gehaktbal. Oh, nee. Nee. Oh, je ging echt over die paaltjes. Als je één zo'n paaltje raakt, vlieg je alle kanten gelijk op. Ja, hè? Klopt. We gaan wel iemand zoeken. Ga naar de dichtstbijzijnde garage. Bij Roy garage, zeg maar. Daar zijn sowieso mensen. Hé, die poetsen popen duur. Ja, I know. Van min 8 kaarten. Kijk, hier zijn heel veel mensen. Ja. Hey jongens. Ja. Ja meneer. Mogen we jullie wat vragen? Ja. Vragen mag altijd. Of ik een antwoord heb is punt 2. Ja, nee, oké. Okay. Malen! Weet jullie waar we lockpicks kunnen halen? Want we hebben elke winkel gecheckt in de stad. Maar... Ja, in de winkel kan je ze niet kopen, maar ik heb ze wel te koop voor je. Hoeveel? Ik heb er zo uit mijn hoofd heb ik er 3 liggen. Voor jou maken we een mooie vriendenprijs. Wat is een vriendenprijsje? Normaal gaan ze voor 15k. Ik doe de helft. 15k? Ja. En hoe weet ik dat je me niet oplicht? Omdat ik niet mag scammen boven de 5000 euro. Oh, oké. Nee, dan zou jij 7,5 zeggen. Ja. Oké, vind ik prima. Dan moet ik wel eerst naar moet ik wel eens naar Sandy rijden. Dat is prima, waar rijden we achter je aan? Zullen we gewoon met 10 minuutjes Sandy garage doen? Prima, ja? Zie ik je daar. Zien we daar zo. Ik wil er 2, ja. Hè? Dat is mogelijk, ja, toch? Heb ja, oké, okay, zie je daar. Sandy garage. Ja. Jij moet wel betalen. Ja, dat komt goed. Heb ik genoeg? Ik ga even kijken of ik genoeg heb. 25.000, dat red ik. Ik hoef maar 15k te hebben. Dat is een investering, Hans. We hebben een dealtje met de guy. Oh, weet je dat het altijd fout gaat op deze wegen? Oh, die lantaarn. Oh, die lantaarnpaal. Of lantaarn die. Hansflats! Gast, ja, dat stoplicht zo af kunnen. Oh! Oh,
Die was oprecht clean. Die was oprecht clean. Hop de flats! Hop de thee, jongens! We hebben een dealtje met de guy voor 2 lockpicks waarmee we kunnen inbreken in huizen. Ja, ik ben echt. Echt. Tandtoegoed. Nou, in mond, jongen. Ik moet procureur worden, man. Ik geef je mond, even roleplay. Hou je mond. Hier, dit, ja, lekker voor je. Nu gaat de foto. Nee, dit was bedoeling. Ik hoop het echt heel erg dat we doorvlogen. Nou, ik moet mezelf. Ik moet gewoon mezelf gaan verhuren, man. Je lichaam. Je lichaam verhuren. Nee. Nee. Kijk, iedereen hier stoken. Kijk. Wat? Kijk al die rookpluimen. Gast. Oh, daar. Wat is dat? Ja, dat is meth. Die maken meth op het moment. Ja. Die staan gewoon in het open, pik. Hier, er zit een kale bad in. Hey, skinhead. We zijn gewoon meth aan het stoken hier. Yo, fucka nympho. Hey. Goede meneer. Wat zijn jullie aan het doen hier? Wat bedoel je? Ja, wat zijn jullie aan het doen hier? Ik ga even chillen met mijn oude meth stokers. Ik ruik wat lucht, man. Ja, man. Het is feestje hier. Hij zat daarachter. Kijk, dit hier liggen dan. Oh! Ik schrik me, hey, er ontploft iets. Ja, dat kan zo'n camper zijn. Die kan ontploffen. Morgen. Goedemorgen. Hallo. Hoe duur zijn die campers? Tweedehand, 70k. Die Jeep Trackhawk is ook duur, toch? Ja, maar die is gestolen. Die is gestolen. Kun je niet inbreken een beetje goed? Ik zit met mensen in een Discord call, dus ik hoor je echt niet doen. Oké, ik ga wel even hier naar voren. Ik zit met mensen in Discord call. Dus hoor je niet. Hey, wat is die wakkie daar? Oh. Ik zag hem niet eens, oprecht. Zag je hem wel op de motorkap? Ja, en ik hoorde hem ook op de motorkap. Maar jij zag hem goed en jij rijdt hem aan. Ja, hij liep langs de weg, dus dan mag je hem aanrijden. Oh ja. Ja. Hier zouden we met die guy afspreken. Oh ja, dus rij je gewoon even. Oh ja. Hartstikke flat. Penis, zei hij dat nou? Ja, dat dacht ik ook. Hier in het gele pak. Ja? We zijn er, kom volg. Dit is hem. Hey! Oké, ja, ik heb 2 lockpickjes voor jou. Dat wordt in totaal 50 euro. Gaf, ik heb hier net geld. 15, hè? Kan ik dat pinnen of moet ik dat cash hebben? Maakt niet uit wat jij nu hebt. Ja, ik moet even kijken hoe ik dat overmaak. Komt ie. Hier! Oh, yes, ik heb een nummer 718, correct? Meneer. Ja, geef maar een M. Dat is Edo. Edo. Top, thanks, man. Nee. Edo. Edo. Oh ja. Edo. Ik ben Edo. Edo, mag fijne dag, heren. Dankjewel voor de deal. Edo, mag ik niet hebben de foto? Nou, je mond. We hebben 2 lockpicks, toch nu? Ja. Nee, dat kan niet maken. Die band! Nee, fuck! Die band! Zo. Je zag hem ook ineens gewoon, hè? Hij plopt echt van links naar rechts. Ja, oké, laten we nu even inbreken. Moet het nacht zijn, zeker? Oh, voorzichtig. Oh. Oh. Oh nee, oh gast. Ik moet mezelf Ja, hij is helemaal kapot nu. Deze rijdt echt niet meer. Deze rijdt gewoon niet meer. Jongen, wat heb je gedaan? Nu hebben we geen auto meer. Oh mijn god. Hey, we kunnen ook zo'n auto nakken bij die metstokers. Daar, kijk. Ja. Inbreken? Geef hem mij lockpick. Oh shit. Lekker bezig, Hans. We gaan inbreken. Wacht even. Hans? Ja? Wat is er? Wat is er? Wat is er? Ze zijn allemaal weg. Ze zijn weg? Ja. Hoezo zijn ze weg? Wat is er mee gebeurd? Ik weet het niet. Waar zijn ze? Ik klik gewoon op één keer om in te breken. En ze zijn gewoon allebei weg in één keer. Zijn ze gebroken? Er stond gewoon min 1 lopping. Nee. Zijn ze, hebben we nou 15.000 euro verspeeld? Zijn we letterlijk gescampt? Ja. Wat een onzin, jongen. Echt. Kom, we gaan. Echt. Vreselijk. Nu gaan we ook gewoon iemand zijn auto stelen en dan zoeken ze het maar uit. Gaan we op een andere manier geld. 15.000 euro, hè? Sowieso kunnen we iets of iemand zijn auto scoopen hier. Kijk, die camper is opgeblazen. Ja, deze ga ik neerslaan. Hij gaat je pakken, Hans. Hey. Lekker voor je, Hans. Ja, Hans die is aan het vechten met een NPC. En ik zoek dan nog even een ander voertuig waarmee we kunnen rijden. Kijk, hier staan campers. Ja! Deze kan ik scoopen. Huts! Stap in, Hans! We kunnen zelfs metstoken als we willen. Laten we hier rechts van de berg in janken. Laten we gewoon één keer metstoken. Gewoon even metstoken? Ja, gewoon hier naar boven rijden. Dat is plaats. Oké. Hij is stuk. Hey, die guy is er nog steeds. Ja. Hij is nog steeds net op je. Maar ik kan hem ook gewoon niet kapot slaan! Zo, er rijdt hier een M1-team of zo. Echt zo'n mega grote SWAT-bus, reten. Ik heb een insurgent. Ja, waar ben je? BP Tankstation.
Oh ja, ik zie het. Goeie. Oh, daar is nog een insurgent daar. Zie je hem? Nee, maar die kunnen we beter. Ja, wacht, deze ga ik even door zijn kop schieten. Oh, ik zeg, waarom gaat hij niet dood? Hatsflats. 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 Hij zegt zo, Hatsflats. Wat? Disconnected? Je bent verbannen? RDM! Wat? Dat is toch de hele bedoeling van deze server? Of niet? Ik ben een admin verbannen. RDM. Hey, we hebben heel snel content opgenomen. Ja, maar nu ben ik verbannen voor RDM, maar dat is toch de hele bedoeling van een... Of heb ik dat helemaal verkeerd geïnterpreteerd? Nou, dat is ook gewoon zo. Ja, je mag niet mensen gelijk in één keer doodschieten. Nu moet je eerst roleplayen. Ja, je moet eerst een hele kleine roleplay-sessie weer gooien. Nee.